keer doen, hè, want stel je voor. En het is tijd. Ja, één moment nog. Ik moet even wat wegslepen. Ja, ja. We zijn alweer begonnen. Ja, 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 ja. Dat denk je maar. Maar ja. Ja, nou ja, goed, laten we maar beginnen. Ik bedoel, we staan op scherp allemaal. De opnames lopen. Want ik krijg elke keer zwaar naar mijn voeten als de knopjes niet goed gaan. Maar zoals je op Facebook zag, zijn er veel. Het zijn er erg veel. Dat is zeker zo. Ja. Ik doe mijn best, maar. Ja, nee, dat is het ook. Ja. Ja. Deze doet alweer helemaal niks. Meteen de eerste gaat al helemaal. Even kijken hoor. Volume stonden. Ja, wilt u zeker het volume verhogen? Even kijken hoor. Ja. Nou, ja! Als die het doet. Welkom luisteraars. Dit is aflevering 175 van de Praattafel podcast. Praattafel fans, alle streamers. Het is 1 april 2024 in het coronascene en ik heet u allen welkom. Welkom aan de Praattafel. Uw wekelijkse afspraak voor goed gesprek. Met Istvan, Mario en uw favoriete Chris. Zeker weten, 1 april en dat is geen grap, maar we zijn er echt. Maar vandaag heel veel grappen waarschijnlijk. We zullen laaghangend fruit proberen te plukken voor 1 april, want dat is altijd de dag om grappig te zijn. Oh ja, dus vandaag 1 april. Ja, ja, echt wel, echt wel. Dat is geen grap. Kijk eens aan. Dus ik zou zeggen, mijn naam is Istvan Lelussi. Ik bevind me nog steeds in Oudbergen, gehecht aan de stad Antwerpen. En vandaag een beetje een grijze dag, een beetje koud ook. Gisteren was het ook 3 keer niks. Wel een mooi gezicht met al die regen in de Ronde van Vlaanderen. Want ik heb hem helemaal uitgekeken. Ik ben echt ingeburgerd wat dat betreft. Dus namens mij in elk geval heel hartelijk welkom. En zoals van ouds ben ik er ook weer. Mario Reget uit Rotterdam. Ik zit in het gatje van het centrum. En het is inderdaad hier, ook hier een redelijk grauwe en grijze dag. Maar de stemming is goed. Dus we gaan er gewoon een leuke show van maken. En uw favoriete Chris is er ook weer bij. Bij mij is het een hittegolf. 26 graden, volle zon. Dus ik ga zo meteen de tuin in. Ik heb al mijn zwembroek aangedaan. Dus nee, het gaat super zijn. Ja. En onze gast mag zich even kort voorstellen. Hallo, ik ben Jeroen van Dijk van Smaakbureau Meug. En ik kom uit het exotische Schilde helemaal naar Berchem. Zo, en zonder problemen gekoerst? Niemand op de baan. Het is 1 april, het is pas maandag, alles was vrij. Ja, ik was vanmorgen bij de fitness en ik was alleen. Dus meteen een rondje voor de hele zaak. Ja. Hey, 1 april, dat houdt in dat we weer een volle bak hebben. Dat hebben we iedere week in het nieuws, allerlei dingen. Wij willen dansen in Duitsland en dat mag daar niet. En dan vergeten pioniers die ons wilden redden van kolen en olie. In biomimicry over cicaden en schone vleugels, jazeker. En dan nog ook iets over microscopische wormen die na 46.000 jaar weer tot leven zijn gewekt. En dan meteen weer hartstikke doodgemaakt. In pek en veren speculaties over de toestand in Ede. Dat is meteen weer voer voor allerlei conspiracies. En mensen die niet wachten op nieuws, maar zelf iets presenteren. En dan ook nog iets over webwinkel Shine. En over kussenslopen die gestolen worden uit een vliegtuig in Amerika. De quiz van onze Chris die heeft vandaag als thema wat, Chris? 1 april. Het is een 1 april quiz. Oké. Dus veel, ook weer veel 1 april. Maak er notities van, want dan heb je morgen van alles te vertellen in de pauze van je werk of waar je ook bezig bent. In een rondje kosmos, supernova Stardust Secrets. NASA heeft een to-do-lijstje voor astronauten op de maan. En, gaan we alles opnoemen, Istvan? Ja, bijna. Is het niet beter dat we dat doen als we het aan het doen zijn? Nee, maar dit geeft de kans om mensen, maar dat interesseert me niet, dus dan haak ik af, weet je wel. Dus, je kan een komeet zien als je goed tuurt. Als je de noorderlicht niet hebt gemist, dan kun je dit nog zien. Door de wolken. Ja, en dan nog een goed nieuws. Hoe je kan leven op een klein pensioentje en toch heerlijk kan leven, maar je moet wel naar een ander land toe. Naar Oeganda.
Nee, dat is dichterbij. Nee. Het staat in het goede nieuws. Je kan je alvast voorbereiden. Ja, toch. Okay. Dan praten we over Albanië vermoedelijk. Maar oké, ga verder. Ja. Dat niet alleen, maar het is vandaag bovendien 1 april, hebben we nu al heel vaak gezegd. En daar is van alles aan de hand op die dag. En Chris weet daar alles van, want die pluistert iedere week uit. Nee, en ik geloof het niet. Het is 1 april, dan kan je het geloven. Wie had dat gedacht? Nee, ongelooflijk. Dat mag man ook meemaken, zeg. Ja. Ja, en het is ook de 91ste dag van het jaar. Dus dat houdt in dat we nog 274 dagen te gaan hebben tot het eind. Ja, en ze zeggen dat 1 april aprilgrappendag is. Ja. Ja. Ja, voilà. Maar er is inderdaad in het verleden van alles gebeurd. Op die dag, bijvoorbeeld in 1976, het elektronica bedrijf Apple Inc. wordt opgericht door een zekere Steve Jobs. Mm-hmm. Dat was maar in 1976, dat is precies al of dat ja, langer was. Maar zwart. In 1980, de NOS begint met teletext. Het is ondertussen al lang afgeschaft, maar ja. Toen begonnen ze ermee. En in 1983 werd Studio Brussel opgestart. Dat was toen de meest populaire Vlaamse radio. Nu niet meer, maar toen wel. Okay. In 2001, in Nederland, wordt als eerste land ter wereld het homohuwelijk gelegaliseerd. Okay. En het jaar daarop, euthanasie. Ik weet niet of dat er een verband is, maar in ieder geval... Het zou kunnen, hè. Ja. Ik heb alle oorlogdingen eruit gehaald, dus er zit niks meer over. Maar vandaag is het de dag van de grap en tweede paasdag. Dat mogen we ook niet vergeten. Nee. Nou ja, dat is een kausaal verband, zou ik maar zeggen. Ja, ga verder. Ja, waarschijnlijk wel. Morgen is de internationale dag van het kinderboek. Donderdag is de internationale dag van aandacht voor mijnen. Dat zijn dan landmijnen. En Wereldzwerfdierendag. Misschien is er ook een verband. Zaterdag is het de Internationale Sportdag voor Ontwikkeling en Vrede. En de Internationale Dag van de Asexualiteit. En Istvan gaat vertellen wat dat juist inhoudt. Istvan? Asexualiteit, ja. Dat is de omgekeerde van biseksualiteit. Ah ja. Ja. Toch? Oké. Okay. Ah, okay. Was boeiend. Ja. Zondag is het de Nationale Collega-dag. Dan moeten we, dan zijn we toch niet aan het uitzien, dus maakt niet uit. En de Internationale Dag van de Bever, want die heeft ook een dag nodig. Er zijn er trouwens terug in België, hè, bevers. Oké. Okay. In Nederland ook. In Beveren. Nou ja, het is ook inmiddels bijna een plaag aan het worden, want ze veranderen natuurlijk het landschap met hun geknaag. En hier en daar is dat al een beetje problematisch aan het worden in Nederland. Ik vind het wel leuke diertjes overigens. Het is nooit goed. Nee, nu ook nog een zeker met die wolven en zo. De biologen zitten met verrekijkers jaren te turen totdat ze een bever zien. En als hij er is, dan beginnen ze te reclameren. Hij verandert het landschap. Ja, maar in Nederland heb je een goede kans dat hij gelijk wordt doodgebeten door die twee wolven die we hebben. Dat kan ook, hè? Ja, die hebben wij ook. We hebben er 3, denk ik, op zoiets. Ja, daarom. Als ze geen schapen vinden. Dat was het eigenlijk voor Chris, vandaag. Chris, hoorde ik dat nou goed? Dat de zondag de internationale dag van de collega is? De Nationale Collega-dag. Op zondag. Dat is ook een beetje een gemiste kans natuurlijk. Hè? Ja, want ja, of is niet veel betekenend. Ja. Ja. Ja, dat heeft waarschijnlijk met gewoon de datum te maken. Wanneer, wat is het dan? 6 april of zo? En ja, de ene keer valt dat natuurlijk op maandag. Ja, okay. Andere dag, denk ik maar. Hè? Nou, daar hebben ze niet echt over nagedacht dan. Nee. All right. Ze kunnen allemaal naar een demonstratie van Meug gaan. Ja, bijvoorbeeld. Kijk naar het nieuws door een Neder-Vlaamse bril. Wat ons opviel in het nieuws deze week. Nou ja, wat mij opviel is dat er iemand aan tafel zit, Jeroen van Dijk. En zoals gebruikelijk gaan we even in op hetgeen jij doet en betekent en jouw bestaan in dit leven. Okay. Ja, wij kennen elkaar van de BIL, dat is de Belgian Improvisation League, maar daar ben je nu niet meer bij. Nee, daar heb ik 11 jaar gewerkt als algemeen coördinator, dus een beetje geprobeerd dat in goede banen te leiden. Ik zit daar nu nog steeds in de raad van bestuur, dus ik ben nog wel betrokken, maar iets minder als vroeger. Ah, ja. Maar ik ben eigenlijk een beetje andere weg opgegaan. Sinds 2019 ben ik in de drank gevlogen.
aan de drank geraakt. Ja, wel, ik was al langer aan de drank. Maar... Dat klinkt als een eufemisme. Ja, ja, ik was al langer aan de drank, maar toen heb ik er mijn job van gemaakt. Dus, ja, ja. Oké, maar over die Improvisation League, want dat is een internationaal iets of zo? Nee, het is de Belgische Improvisatie Liga, dus dat is eigenlijk een spelformat, een theaterformat, dat komt uit Canada, met een soort ijshockeywedstrijd waar geïmproviseerd wordt. En het publiek mag dan stemmen welke ploeg het best geïmproviseerd heeft. En ze mogen ook gooien met pantoffels als ze het niet goed vinden, dus het publiek heeft wat interactie. Ja. Dus daar heb ik 11 jaar mee gerund. En dus wij zijn, of de Bill is degene die die rechten voor dat format specifiek in België gespeeld heeft. Ja. En weet je of ze dat in Nederland ook doen of zo? Er is een NIL, een Nederlandse improvisatieliga, klopt. Okay. Ja, er is ook in Frankrijk. Er zijn ze over een aantal landen in de wereld heeft wel een improvisatieliga. Maar het is, ja, vooral Canada is eigenlijk erg groot. Wij zijn natuurlijk als Belgische improvisatieliga. Er is ook een Franstalige tegenhanger, de LIP, de Ligue d'Improvisation Belgique. Okay. Die bestaan 5 jaar langer, maar de BIL bestaat dit jaar 35 jaar. Wauw. En dat is gek, want voordat jij mij... het is een beetje bubbling under. Hè? Het is niet zo heel erg algemeen, maar er zijn wel fans, maar... Ja, het is een beetje... Het is ooit heel erg populair geweest. 1994 spreken we dan, toen Mark Uiterhoeven zijn programma Onvoorziene Omstandigheden... Ik weet niet of dat jullie zich dat nog herinneren. Ik weet dat nog in elk geval. Toen was een improvisatieprogramma op televisie en daar zijn een aantal mensen uitgekomen, zoals Tom Leenaerts, Michiel de Vlieger, Rob van Oudenhoven, dat is eigenlijk later nog, maar dat soort mensen speelden daarin mee en hebben daar eigenlijk hun eerste stappen in de media gezet, zal ik maar zeggen. Ja. Die kwamen van bij de BIL. Alright. Maar toen ineens rook je aan de whisky en je denkt, daar is mijn toekomst. Ja, mijn vaste grapje is dan altijd, ik heb zelf theaterwetenschap gestudeerd. Ik ben een germanist, literatuur, theaterwetenschapper. En ik ben dan, ik heb dan van mijn hobby eigenlijk mijn beroep kunnen maken door bij de BIL te gaan werken. Maar dan had ik een nieuwe hobby nodig en dan ben ik beginnen drinken. die hobby is dan na x aantal jaren uitgemond in... Ik was eigenlijk eerst verslingerd geraakt aan whisky, aan het verhaal van whisky en de smaak van whisky. Heb ik een whiskyclub opgericht, de Malt Lovers. Dan deden wij degustaties in Antwerpen met een vriend van mij. En dan is er een derde vriend van ons bijgekomen. En dan zijn we ook een bierclub begonnen, de Beer Lovers. En er waren er nog twee vrienden en die wilden dan graag de Wine Lovers oprichten. En heb ik gezegd, jongens, dus goed, maar ik ga niet alles doen. En dat is dan uiteindelijk, hebben we een aantal jaren degustaties gegeven en in 2016 hebben we de eerste keer een groot festival georganiseerd, het Zuiderpershuis in Antwerpen. En dat was eigenlijk het eerste festival waar alle soorten dranken aan bod kwamen. Er waren whiskyfestivals, er waren bierfestivals, er waren wijnfestivals. Maar wij houden eigenlijk van alles wat lekker is, dus we hebben dat allemaal samengebracht. Ja, en dat is dan uitgemond in een bedrijfje. En dan in 2019 ben ik gestopt bij de BIL en ben ik fulltime beginnen werken voor mijn eigen bedrijf, voor Meug. Dus, En Meug, dat is dan... Hoe kom je aan dat woord? Wat is de... Meug is, dat is een uitdrukking. En we hebben dan ook gemerkt dat blijkbaar vrij lokaal is. Maar dat is mijn Meug. Dat betekent zoveel als dat vind ik lekker. Of dat vind ik tof. Is dat nu Oost-Vlaams? Ja, het is Antwerps, Brabants, Oost-Vlaams. West-Vlaanderen en Limburg vinden het al moeilijker. En Nederlanders vaak ook. Maar ze vinden het dan wel grappig als ik het uitleg. Meestal. Ja, maar dat maakt het misschien juist boeiend dat je het uit moet leggen. Hè? Want anders wordt het gewoon lekker.be of zo. Er is ook een uitdrukking in het Nederlands tegen heug en meug. Maar dat komt blijkbaar van iets anders. Dat komt blijkbaar van de twee raven van Odin, Hugin en Mugin. Die ook altijd met elkaar kibbelden of iets dergelijks, zeker. En dat is dan tegen heug en meug geworden in het Nederlands. Maar dat heeft dus niks met ons te maken. Nee. Want dat is een negatieve connotatie. De Nederlandse vertaling van meug is van ik mag dat wel of ik lust dat. Gemeugd, dat is ook iets dat we heel graag doen. Dus we hebben, als we onze vrijwilligers bij ons festival, die hebben allemaal een t-shirt met gemeugd mij alles vragen erop. Ik heb ondertussen merchandising, want ik hou nogal van woordspelingen. Dus je kan t-shirts kopen met gemeugd mij trakteren en dat soort dingen. Dus
niemand doet dat, maar ze zijn er wel. Dus, ja. Ja. Nog even een reactie van Minja op de bevers. Minja uit Duitsland, een trouwe deelnemster en mede praattafelfan. Over die bevers. Oh ja, ze veranderen de landschap. In mijn deelstaat was het die dagen dat de overheid een door bevers opgerichte vijver wilde ontwateren. En dat liep behoorlijk mis. Dus, die leggen dammen aan en zo. Hè. Die veranderen waterlopen enzovoort. Dat zijn toch enorme fenotype, zeggen we dan. Mm-hmm. Dat kan inderdaad veel schade veroorzaken. Ja. Ah ja, dat was in de buurt van Hermeskeil, zegt ze. Nou ja, oké. Okay. Bij ons in Schilde zit er ook eentje sinds kort. Aan het anti-tankkanaal, dat vroeger aangelegd werd in de oorlog. Daar is er ook eentje komen wonen. En daar zie je af en toe de sporen van... Aan de bomen aan de kanten. Ah ja, ja. Nu zo'n proeffestival, hoe moet ik me dat voorstellen? Ik kom daar binnenlopen, moet je daar een kaartje voor kopen of is dat gratis? Dat hangt er een beetje vanaf, maar meestal wel. Hè. Koop je kaartje en dan krijg je jetonnetjes. En dan kan je eigenlijk, we hebben dan bij het grote proeffestival dat we georganiseerd hebben, hadden we een 30-tal standhouders. En de standhouders zijn dan... brouwers of importeurs van whisky of wijnmakers of koffiemakers of dat soort dingen. Iedereen kan een beetje van alles zijn. En dan kan je eigenlijk vrij gaan proeven wat die mensen bij hebben en met die mensen babbelen over hun producten. Dus, ja. En klinkt leuk. En ook bij de uitgang, een paar straten verderop, staat er een hele fuik van de politie met toestellen en zo. Nee, dat hebben we nog niet meegemaakt. Maar het leuke aan dat soort festivals is, je krijgt eigenlijk een hoop liefhebbers bij elkaar en wij hebben eigenlijk heel zelden problemen met dronken mensen. Omdat mensen echt komen om dingen te proeven, om dingen te ontdekken. En die weten ook wel van ja, het is hier niet om te komen zuipen. Maar je moet het dan uitspugen, want als je al die proeverijtjes in... Want hoeveel is er één proeverijtje? Nee, dat is drankmisbruik, hè? Dat is echt drankmisbruik. Ja. Dat moeten we niet doen. Zoals die wijnsommeliers, die spugen dat weer uit, want anders worden ze dronken. Dat klopt, die doen dat echt. Maar als het gaat over whisky en bier, dan is het eigenlijk wel de bedoeling dat je het slikt. Omdat je ook achter in je keel aan de allerlei dingen kan proeven en ook terug gaan de aroma's terug door je neus om ze nog eens terug waar te nemen. Dus... het is een kwestie van het goed in het oog te houden, veel water te drinken tussendoor en zeker niet te veel te drinken, want dan proef je ook niks. Het heeft ook geen zin om te veel te drinken, want dan proef je toch niet meer wat je drinkt. Want bij zo'n tasting dan krijg je maar een... 2 centiliter whisky bijvoorbeeld. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, dus of 1 centiliter. 10 van die 2 centiliters, dat worden er toch 20 of zo. Dat telt op, ja. Ja, dat vele water, want ze hebben hier ooit stond in de krant een proef gedaan met een aantal mensen om te gaan café stappen. Mm-hmm. En dan in een café een biertje op en dan een glas water en dan een bier op. En die mensen die steeds dat water ertussendoor, die bleven onder de limiet van de alcohol. Ja, omdat je drinkt minder, omdat je de helft van de tijd ben je water aan het drinken. Hè? Ja. Dus dat is al een ding. En je verdunt heel veel natuurlijk. Hè? Dus dat helpt zeker en vast wel. Maar dan nog moet je opletten en zeker absoluut niet meer in de wagen stappen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook, vinden we ook wel erg belangrijk. Dat we bij onze events, dat het voor iedereen veilig en leuk is. Ja, en is het behalve drank... En de kater wordt ook minder, hè, als je dus veel water drinkt. Want alcohol verwijdert water, dat is het probleem. Daardoor ontstaat een kater. Dat komt gewoon door vochtgebrek. En daarom is koffie ook geen goed idee, want koffie is ook waterafdrijvend. Dus, dehydraterend. Heb ik wel eens meer gehoord, dat koffie een slecht idee is tegen. Mm-hmm. Maar is er behalve drank ook nog andere dingen te proeven? Of voedsel? Hangt er een beetje vanaf, ja. Dus we doen zelf degustaties, dan is het meestal drank. Hè, en we zorgen ook wel dat er altijd lekker eten is. Maar als het bijvoorbeeld degustaties in opdracht zijn van een bedrijf of voor een vriendenvereniging of een organisatie, dan kan het al wel eens met foodpairing zijn bijvoorbeeld. En dan doen we hapjes of chocolade is een hele leuke om mee te werken. Chocolade met whisky of chocolade met rum. Kaas en bier, dat zijn ook leuke dingen. Dus ik probeer eigenlijk altijd vanuit de smaak te vertrekken en dan te gaan zien van wat kan ik daarmee doen om een leuke ervaring aan mensen te bieden. Oké. Nou, dan moeten we zeker eens een keer langskomen met de praattafel. Misschien moeten we dan eens een praattafel live doen. Ja, waarom niet? Vanaf dat geheel. Lijkt me bijzonder gezellig. En, ik wil, want ik ben zelf qua whiskies, ik ben heel erg verslingerd aan zoals Laphroaig en zo. Die geturfde rokerige whiskies. Ja. Ik heb zaterdag nog een volledige tasting met dat soort dingen gegeven in Edegem. Dus heel erg leuk en interessant natuurlijk. Hè.
Ja, de eerste keer dat je dat proeft, denk je, ik heb een soort asfaltverdunner op of zo. Dat is ja. wel een hele straffe... Vloeibare cachou, asfalt, teer, dat zijn zo wat tasting notes dat je wel eens tegenkomt in dat soort whiskies. Maar wat ik het mooie van die Lafroy, ik vind dat het nog een kwartier lang blijven er allerlei smaken. Het blijft dingen genereren. Dat is het voordeel aan zo'n dingen. Je hebt daar niet veel van nodig om heel veel leuke ervaring van te hebben of lang van te genieten. Met 2 centiliter kan je makkelijk een half uur, 3 kwartier doen, bij wijze van spreken. Oké. Okay. Nou, ik niet hoor. Is het dan met ijs of water? Want ik heb ook gehoord van, je moet er eigenlijk een spatje water bij doen. Er moet niks, vind ik. Maar als je er iets bij wil, okay. als bijvoorbeeld de alcohol, als je de alcohol te sterk vindt, hè, dan kan je er een beetje water bij doen, liefst op kamertemperatuur. Dan ga je eigenlijk de alcohol een beetje verdunnen, waardoor je de smaken beter gaat waarnemen. De alcohol is eigenlijk, ja, die prikkelt je mond, hè, dus die is eigenlijk bijna een pijnprikkel. Dus dat kan je verdunnen. En ik zeg ook altijd tijdens degustaties, ijs is eigenlijk een minder goed idee. Waarom? Nee, ik zeg altijd erbij, als je thuis een goede whisky hebt en je drinkt dat graag met ijs, doe dat dan alsjeblieft. Hè? Want het is jouw whisky, jij moet ervan genieten op de manier dat jij ervan wil genieten. Alleen, ijs bevriest smaken. De kou gaat smaken bevriezen. Ja, ja, ja. Hè, waardoor dat je eigenlijk de whisky die je gekocht hebt minder complex en minder smaakvol gaat maken. Oké. Okay. En een anekdote die ik dan altijd vertel is, dat kent iedereen, denk ik, die alles in Zuid-Frankrijk op vakantie geweest is. Je rijdt een klein dorpje binnen en je ziet daar Dégustation de Vin staan. Een kleine wijnboer. En je zegt, we gaan eens proeven. Je komt er binnen. Je krijgt onveranderlijk witte wijn te proeven. Ijskoud geserveerd. Oh, lekker, kom, we nemen 3 dozen mee, 18 flessen en je komt thuis en dat is niet te zuipen. Niet lekker. Ja, ik snap. Hoe komt het? Dat is gekoeld op 1, 2 graden Celsius en dan smaakt dat naar witte wijn, maar niet naar hoe witte wijn, naar goede witte wijn zou moeten smaken. Je bevriest eigenlijk de smaken. Daar komt het op neer. Ja, want dat doen ze ook met allerlei sauzen en andere dingetjes. Dat moet dan gekoeld zijn of zo, juist om nare dingen te verbergen. Ja, absoluut. Zo werkt het, ja. Oké. En behalve whiskies ook nog al je nevers of cognacken alle soorten sterke dranken, bieren, wijnen. Maar ik ben, fijn dat je jenever vermeldt, want ik ben een hele grote fan van jenever. Ah ja, ketel 1. Ik heb vorig jaar een degustatie gedaan, online ook, met de directeur van het Jenevermuseum, vanuit het museum dat we gestreamd hebben. En dat is een drank die volgens mij absoluut onderschat is bij ons, die we vergeten zijn. Als Belgen en Nederlanders. En die absoluut terug zou moeten opgewaardeerd worden, omdat er heel veel mooie, ambachtelijke, kleine jenevermakers zijn die echt aandacht verdienen gewoon. Ja, want het is ineens een gin-gekte geworden, een jaar of vijf geleden. Ja, gin is zo'n beetje het bastardkindje van jenever geworden. En daar kan je veel over zeggen, maar er is inderdaad een hype geworden en gelukkig is die een beetje gaan liggen. Maar ik hoop dat die oermoeder, zal ik maar zeggen, de jenever terug aandacht krijgt. Dus een beetje een persoonlijke kweeste die ik zelf Make Jenever Great Again genoemd heb. waar ik een beetje mee bezig ben nu. Dus ik grijp alle kansen aan om erover iets te zeggen. Dus, Alright, ja, jenever. Ik heb vroeger, ik heb dus een horeca geschiedenis. Uh-huh. En ik herinner mij dat de fles jenever in de diepvries weer bewaard. Ja. Dus dat dan wel. Wel, dat zal waarschijnlijk ook gedaan zijn met de dingen die net iets minder goed van kwaliteit zijn, zodat je ze minder goed proeft. Want eigenlijk zou je die ook beter gewoon op kamertemperatuur proeven. Dus, ja. Oké. Nou ja, interessant, zeker. Ik ben zelf niet zo'n... cognacjes en whisky, dat zijn wel mijn favorites geweest. Mm-hmm. Heerlijk, kan absoluut heel erg lekker zijn. Alleen je moet wel mee oppassen, inderdaad. Want absoluut. Het is heel erg verleidelijk, ja. Motto is altijd, drink liever wat minder, maar drink wat beter. Dat is ook een beetje een motto. Ja. Kwaliteit gaat boven kwantiteit en zo. Absoluut. Ja, dat is met goede wijnen en zo. Alleen ja, nu met inderdaad drank te promoten, dat is nieuw een beetje. Ik zie het ook, want ik werk veel voor bedrijven, hè, B2B. En ik zie ook dat de vraag naar alcoholvrije alternatieven groter en groter wordt. Niet alleen vanuit de bedrijven, maar ook van de mensen die op personeelsfeest zijn. Als ik 5 jaar geleden zoiets deed en dan was er altijd een alcoholvrij alternatief, dan waren er 3 flesjes op een avond. En nu zijn er 3 bakken. Op een avond. Dus mensen doen het ook gewoon veel meer. En dat is een goede evolutie. Ook omdat er gewoon veel betere alcoholvrije producten op de markt zijn tegenwoordig. En whisky ook en zo? Whisky niet. Hè. Dus dat is een nog beetje... Nog niet? Of...
Ik denk ook niet dat dat kan, om een whisky, want die heeft nu eenmaal die alcohol nodig om die smaken over te brengen. Die smaken zitten in die alcohol, dus dat is een beetje moeilijk, denk ik, om dat volledig te gaan kopiëren. Er zijn producten die dat proberen, maar die zijn nog niet op punt, denk ik. Bij de bieren zitten ze al veel dichter in de buurt, en bij de wijnen ook stilletjes aan. Maar er zijn ook gewoon veel meer... Ik heb een beetje alcoholvrij, hè. Je verliest altijd. Als je zegt van het is een alcoholvrij alternatief voor gin, dan gaat de consument vergelijken met gin. En dan verlies je, want gin heeft nu eenmaal die kracht die nodig is. En dan ga je altijd zeggen, ja, het is toch flauw. Ik vind eigenlijk dat je zou moeten zeggen, het is een alternatief voor Coca-Cola. En dan win je altijd als alcoholvrij alternatief. Ah, ja, ja. Dus, het is een beetje als Coca-Cola zonder cafeïne. Veel minder suiker, veel meer smaak en interessanter gewoon als je kijkt naar wat er gebeurt met kombucha's tegenwoordig of fijne iced teas of craft sodas of dingen als Switchel. Heb je daar al ooit van gehoord? Wie? Switchel. Dat is een drank die komt uit Amerika. Dat is eigenlijk een mengeling van azijn, dus een gefermenteerde drank met water en dat is super lekker. Azijn met water. Ja, ja, ja. En daar kan je dan ook mee poetsen. Ja. Lekker, dat moet maar zo. Nou ja, dus, maar waar zie jij de toekomst heen gaan eigenlijk? Is er een bepaalde ontwikkeling? Want je hebt nu ook Japanse whiskies zijn ineens ook heel hot. Zijn hip geworden sinds, dat is een heel lang verhaal waar ik jullie uren mee kan vervelen. Maar die zijn inderdaad een aantal jaar geleden door een samenloop van omstandigheden super hip geworden. Maar die bestaan ook al 100 jaar. Oké. Het is een zekere Masataka Taketsuru, die daar een zoon van een sake-brouwer, die is het vak gaan leren in de jaren 20 in Schotland. Die is dan teruggekomen met zijn Schotse vrouw naar Japan en heeft daar twee distillerijen opgericht. De Yoichi Distillery en de Miyagikyo Distillery. En de Yoichi Distillery, die in 1934 opgestart is, is eigenlijk bijna een kopie van de Longmorn Distillery in Schotland. Oké. Maar dus, en hij maakt daar eigenlijk, die maken eigenlijk whisky op de Schotse manier, op de traditionele manier. Maar in Japan, dus dat is heel goed van kwaliteit heel vaak. Ja, ja. En over Schotland gesproken, doe je ook trips organiseren? Of van die, organiseren niet echt. Ik probeer elk jaar zelf naar Schotland te gaan, omdat dat toch mijn eerste liefde is. Schotland, niet alleen voor de whisky, maar ook voor het land gewoon en de mensen. Ik vind hele leuke mensen daar. Dit jaar is het nog niet gelukt. Vorig jaar ben ik met mijn dochter geweest. Van, die is 10 geworden en ik had mezelf voorgenomen, als ze 10 worden, dan gaan we gewoon een papa-kind-trip doen. Oké. En ik had aan haar gevraagd, wat wil je naartoe? En zij wilde heel graag naar Schotland. Oké. Dus zijn we met z'n tweeën naar Schotland gegaan. Dat was heel leuk. Uiteraard, we hebben ook één distilleerderij bezocht, want ze wou dat dan ook heel graag zien. Ze heeft uiteraard niet geproefd, maar wel geroken. Maar ze was er helemaal wild over in de auto terug en ze wou al een spreekbeurt gaan geven over hoe whisky gemaakt wordt. Zeg, ja schat, het is misschien toch niet zo'n goed idee om een spreekbeurt over whisky te doen in school. Maar ze was helemaal mee met met de wetenschap erachter eigenlijk, ook van hoe het gemaakt wordt en hoe je het produceert. Dus de opvolging van meug.be is verzekerd. Ik ben mijn kinderen eigenlijk stilletjes aan het brainwashen om sommelier of smaakexpert te worden op termijn. Oké, want dan hoeven ze niet te werken. Kunnen ze ook goede dingen voor mij blijven verzorgen, ook als ik ooit met pensioen kan gaan. All right. Hey, okay. Ja, zijn er nog andere mensen die iets vroegen of willen weten? Of Mario, want jij bent een drankliefhebber of niet zo? Nou ja, ik ben meer een bierdrinker, moet ik bekennen. Mm. Dat vind ik trouwens ook heel erg lekker. Trouwens, dat was ook op het nieuws dat er inderdaad AI ingezet is om de Belgische bieren nog beter te krijgen. Dus dat is een interessante ontwikkeling, zou ik kunnen zeggen. Ja. Maar inderdaad, met name de Belgische biertjes, daar heb ik wel wat mee. Alleen ik moet bekennen dat ik eigenlijk weinig sterke drank drink en eigenlijk ook weinig wijn. Mm-hmm. Maar de bieren vind ik heerlijk over het algemeen. Maar het lijkt me leuk als je daar je vak van kan maken. Want over het algemeen heb je dan toch wel toegang tot tot goede drank, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En dat is een groot voordeel, want je hebt ook als consument moet je altijd maar hopen dat wat je koopt, dat dat lekker is. Mm. Ik moet wel zeggen dat dat tegenwoordig wel veel beter is dan vroeger. Mm. Want vroeger had je van die hoofdpijnwijntjes
De supermarktwijnen waren vroeger gewoon ondrinkbaar, maar dat is nu wel veranderd. Nee, dat klopt. Hè. Over het algemeen is de kwaliteit van alle soorten dranken is eigenlijk heel erg naar boven gegaan. Dat is software tegenwoordig allemaal. Hè? Want die wijnmakers, dat is een computer en je koopt de software en dan houdt de temperatuur en de suiker en alles in de gaten. Nou, ook ja. En ik denk ook inderdaad gewoon de geconditioneerde, gestandaardiseerde productiemethode. Ja. Ik ben een tijd geleden bijvoorbeeld geweest bij Stellenbosch in Zuid-Afrika. Mm-hmm. Ik heb daar gezien hoe ze daar wijn brouwen. Nou, dat is allemaal high-tech. Er is werkelijk geen... Als je een Franse wijn drinkt, dan is het toch wel afhankelijk van hoe de oogst is en hoe het weer is geweest. En dat wordt heel organisch nog daar gemaakt. Maar als je het dus zeg maar op de McDonald's manier doet, dan krijg je wel een heel gestandaardiseerd product. Mm-hmm. En op zich is dat natuurlijk ook niet verkeerd. Nee, dat is voordelen qua kwaliteit. Een ander elementje daarin is ook dat de consument zelf ook veel hogere verwachtingen heeft tegenwoordig dan 20 jaar geleden. Dus je komt er niet meer mee weg met slechte producten tegenwoordig. Dus ja. dat is ook wel belangrijk, denk ik. Het is een beetje educatie dat er gebeurd is. En dat is een goede zaak, denk ik. Ja, maar ik denk nou, dat denk ik wel. Een internetreview. Het voordeel van Facebook en zo, dat er ook direct op komt. Dus ja, je kan al bijna niet meer slechte wijn verkopen. Nee, dat klopt. Maar ik denk ook, allez, als je heel veel breder gaat kijken naar de maatschappij, is er ook die zoektocht naar traditie, ambacht, originaliteit, authenticiteit, die je overal vindt, ook in de muziek en in andere sectoren. Ja, kaasboeren. Kaasboeren. En dat zie je ook, dat er echt terug naar de basis gegaan wordt. En dat er gewoon ook meer vragen gesteld worden door een consument. Van ja, maar wat is dat nu eigenlijk wat er in mijn glas zit of op mijn bord ligt? En dat is belangrijk. Nou, zeker. En je hebt natuurlijk ook best wel schadelijke stoffen die kunnen ontstaan bij slechte wijn. Denk aan nitraten en sulfaten. Ja. Dus er kan iets chemisch veranderen in die wijn, waardoor je gewoon pijn in je kop krijgt. Dus inderdaad, dat is tegenwoordig gelukkig stukken minder. Ja, hoofdfijnwijnen zijn er niet meer. En zo die grappen en schandalen uit de jaren 70, 80 met antivries en dat soort dingen, dat ga je ook niet meer. Dat is ook onmogelijk geworden tegenwoordig. Dus, Nee, je leest nog heel af en toe zo verhalen uit China of India waar iemand een foute drank heeft gemaakt. En dat als ze het zelf hebben gebouwd. Dan in plaats van ethanol ontstaat er dan methanol. En dat is waar wij normaal dat is de antivries van de auto, zal ik maar zeggen. Ja. Daar kan je gewoon ook blind van worden. Kan je zelfs dood aan gaan. Absoluut. Ja. Ah ja, maar er is tegenwoordig ook natuurlijk de opkomst van de reviewcultuur. Hè? Als je voor een restaurant staat, ga je tegenwoordig gauw toch eerst even op de maps kijken en naar de reviews van hoe zit het met die... Er is veel meer van dat aan de hand. Dus als je iets slechts maakt, dan is de kans dat je slechte reviews en op internet... Dus ja, er bestaat ook specifiek voor dranken. Hè? Voor bier heb je dingen als Rate Beer en Untappd, waar je zelf als gebruiker één kan bijhouden wat je geproefd hebt, maar ook scores kan geven en wat dus ook toelaat aan anderen om te gaan kijken van ja, wat is de gemiddelde score van dit bier? Heb je voor whisky net hetzelfde, whiskybase.com, heb je voor wijn ook, heb je een aantal van die apps en websites. Ja. Dus het is veel toegankelijker geworden om informatie te krijgen over de producten gewoon. En dat is absoluut een goede zaak. Oké, die links naar die site, die bieren wat je net allemaal zei, gaan we allemaal straks noteren in een show notes zetten. Want na afloop van deze show kun je alles waar we het over hebben gehad terugvinden op onze praattafel.be website in de show notes. Ik wou het nog heel even hebben over prosopometamorfopsie. Oké. Okay. Ja, mooi woord, hè? Zeg het nog eens, wat zei je nou? Prosopometamorfopsie. Oh. Ja. Daar was jij mee afgekomen, geloof ik, hè? Ja, dat is... Nou, dat is best wel een boeiend onderzoek, want dat is een hele exotische afwijking die ervoor zorgt dat mensen gezichten zien die het brein, zeg maar, bijzonder vervormd doorgeeft. Heb je? Dus je ziet iemand, maar eigenlijk zie je een soort duivel. Dat is heel griezelig. Sommige mensen, je moet ermee leven, maar nu is er dus iets heel bijzonders gebeurd. Er is namelijk een geval bekend van iemand die dat heeft. Maar als die beelden ziet op de pc of op tv, dan zijn ze normaal. En dat is nog nooit eerder waargenomen. Dus kunnen ze dus nu vaststellen
hoe dat eruit ziet. Dus door de beschrijving van die man weten ze wat patiënten met die afwijking zien als ze naar mensen kijken. En ja, dat ziet er toch wel heel griezelig uit allemaal. Dat is eigenlijk vreselijk. Als je ze maar hebben, dan... Ik denk niet dat je gauw een partner weet te vinden of zo. Als ze eruit ziet als een of andere heks met een... ja, lastig. Ja. Maar het is in ieder geval wel een heel exotisch iets. Ja, het is toeval, maar ik ben heel de reeks van House MD aan het herbekijken. En daar zit ergens een aflevering in waar een kunstschilder aan zoiets leidt. En die maakt dan een schilderij van een model. En dat ziet eruit zoals een Picasso. Maar hij heeft dat niet door, dat hij eigenlijk iets volledig vervormd geschilderd heeft. Dus het leunt hierbij aan, denk ik. Ja, dat, zeker. Ja. Absoluut. Dat hoe maak je van een nadeel een voordeel, zou ik maar zeggen. Dus, ja, absoluut. Je hebt ook mensen die vanuit andere gestoorde dingen hele creatieve zaken maken of zo. Er was nog één dingetje aangedragen door Minja. Een vergeten pionier besproeide de woestijn met zonlicht. Een eerste zonnecentrale werd in 1913 gebouwd door Frank Schumann, die ons wilde redden van fossiele brandstoffen. Die is inderdaad zijn tijd ver. En dat werd ook zijn ondergang, staat erbij. Dus... Dat begrijp ik even niet helemaal. Nou, dus in 1903 was er al iemand, die meneer Schumann, die dus een zonnecentrale had geconcipieerd, als het ware, om in de woestijn van die dingen neer te zetten waarmee ze dan de zonlicht konden opvangen en in waterbuizen en dan omzetten in hete zonnetoren. Een warmwaterboiler, ja. Ja. Dus in ieder geval chapeau dat hij dat deed, maar het is allemaal mislukt. Even kijken hoor. Wat was dan de ondergang? Even kijken, want dat vond ik wel heel boeiend. De woestijn zou bloeien. Wauw, dat is een flink artikel. Nou, dus we zetten de link al in de site, want het is nu niet helemaal zo duidelijk. Maar... Dus je hebt de tekst eigenlijk niet gelezen? Nee, het gaat alleen om de... Het gaat alleen om de headlines. En over headlines gesproken, we schuiven door naar het volgende blokje. Want... Biomimicry, oftewel, wat leren we van moeder natuur? Tijd voor Mario met zijn verhaaltje. Ja. En vandaag gaat het over cicaden, geloof ik. Ja, cicaden zijn insecten. Dat weten de meeste mensen weten dat wel. En de meeste mensen hebben er ook al een vage voorstelling van. Een soort dikke zetpil met een paar vleugels. Dat denken de meeste mensen. Zo zien ze er ook over het algemeen uit. Alhoewel er ook hele bizarre exemplaren bekend zijn. Hier in Europa, en met name in de Benelux, hebben we voornamelijk schuimcicaden, oftewel spuugbeestjes. En zo klinken ze niet. Nee, ik weet niet wat er nou voorbij kwam. Maar het zijn dus hier worden ze ook wel spuugbeestjes genoemd, want ze maken een nestje door schuim te produceren. En daar leggen ze de eitjes in en wij zien dat alsof er iemand op een blad heeft gespuugd, vandaar het naam spuugbeestje. Dat noemen ze ook wel koekoeksspuug. Ja, zijn hele rare beesten. Ze zijn ook best wel heel bijzonder. Er zijn ook echt hele exoten bij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bochelcicade of naar de lantaarndragers, dan zie je zo'n beetje de meest vreemde insecten die je kan voorstellen. Dat zijn aliens. Dat zijn die zie je maar heel af en toe. En dan denk je van, wat komt hier voorbij? Is het een insect? Wat is het? Maar goed, het zijn in best wel hele interessante beestjes. Ze kunnen ook herrie maken. Dat heb ik dus in Den Lijve mogen ondervonden, ergens in een tropisch regenwoud. Want je hebt namelijk, als ze gepaard hebben en de vrouwtjes hebben de eitjes gelegd en de larven hebben zich volgevreten, kruipen in de grond. En dan is het zo dat als ze allemaal uitkomen, dan kan dat gebeuren. En wat je dan ziet, is dat het een oorverdovend een verhaal is. Ik heb dat meegemaakt. Je loopt er bijna een gehoorbeschadiging aan op. Hebben ze het over de vredige natuur? Nou, je moet echt dekking zoeken, want dat is knetter en knetterhard. Is dat zoiets het record, wat we nu horen? Ja. Het record, dat is de Tibetaan Walkeri. En die komt aan 108,9 dB. Dat is hard. Ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. Dus als je daar loopt, moet je echt je vingers in je oren douwen. Mm-hmm. Dat is vreselijk. Ja. En dan zijn alle bomen om je heen helemaal bekleed met die beesten. Want het bizarre is,
Je hebt dus in Amerika heb je zelfs soorten die... je hebt de 13 jaar cicade en de 17 jaar cicade. Dus, dus die zit 17 jaar in de grond. En dan op enig moment komen ze allemaal op hetzelfde moment uit. Ik blijf dat toch steeds magisch vinden. En dan is alles gevuld met die cicade. Het zijn er miljoenen, misschien vele miljoenen. Ze paren als gekken. Een week later zijn ze allemaal dood en de eitjes zijn gelegd. En het verhaal begint weer overnieuw. Dus dat is leuk als je het hebt over de zin van het leven. 17 jaar in de grond, één week van en that's it. Mm-hmm. Maar goed, waarom hebben we het over die cicade en wat hebben wij daaraan? Ze hebben vrij bijzondere vleugels. Waarom is dat zo? Ze hebben maar die ene week, dus ze moeten die vleugels schoonhouden. Er mag geen vuil opkomen, er mogen geen bacteriën opkomen, want ze zijn net uit de grond gekropen. Ze zijn heel kwetsbaar en ze worden gauw opgegeten. En als je met een hele krachtige microscoop in zou zoomen op zo'n vleugel, dan zal je zien dat die ogenschijnlijke platte vleugel dat helemaal niet is. Want vanaf het vleugeloppervlak steken kleine pilaartjes rij na rij op met de precisie van een grid, alsof het mechanisch geproduceerd is. Ja. Een druppel water is daarentegen 1000 keer groter. Dus iedere druppel die op die cicadevleugel terechtkomt, heeft dus eigenlijk geen vast vlak oppervlak om vast te plakken. Dus het is eigenlijk een soort natuurlijke waterafstotende wasachtige laag, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En ieder pilaartje heeft water, dat is polair, dat heeft een negatieve lading. En deze verbindingen zijn niet polair, die pilaartjes. Dus dat betekent dat de watermoleculen tot elkaar worden aangetrokken, maar niet tot de was. Dat is eigenlijk het trucje wat die vleugel heeft. En die pilaartjes die zijn kleiner dan de golflengten van zichtbaar licht. Want je praat dan echt over 100 nanometer of zo. Nou ja, de kleur rood is, of nee, de kleur blauw is al 360 nanometer ongeveer. Dus het is nog veel kleiner dan het zichtbare licht. En dat is heel interessant, want de wetenschap kan daar wel wat mee. Want wat kunnen wij daarmee? Die nanopilaartjes, die proberen ze na te bouwen. En diezelfde patronen proberen ze na te bouwen om te zien hoe ze vloeistoffen afstoten en bacteriën afschrikken en hoe ze lichtreflectie voorkomen. En dat begint al heel aardig. Die onderzoeken zijn al behoorlijk ver. Ze hebben nu nieuwe coatings gemaakt die geïnspireerd zijn op die cicadevleugels. Die kunnen leiden tot veel betere waterafstotende, zelfreinigende anticondens en antibacteriële en ontspiegelde oppervlakte. Dat is ook hartstikke leuk voor al die figuren die met spraycans, overal graffiti spuiten. Dat met een natte spons haal je het dan zo weg. Dat lijkt me wel een goede oplossing eigenlijk. Maar goed, dat even tussendoor. Maar dit is dus een heel handig iets. En zou dat echt opgeschaald kunnen worden, deze techniek? Nou, dan hebben we heel veel mogelijkheden. Denk aan de prestaties van schermen, sensoren, optische instrumenten, medische apparatuur. Van autodashboard tot holografische apparaten. Alles kan je daar beter mee krijgen eigenlijk. Dus zo kan zo'n eenvoudige vleugel eigenlijk het begin zijn van iets waar we als mensheid best wel veel aan zouden kunnen hebben. En dat was mijn verhaaltje van deze week eigenlijk. Alright, een boeiend verhaal. Dus ja, zo de natuur is toch wel onze grote leraar. Absoluut. Alleen we weten er nog te weinig van, denk ik. Zeker. Ik had al gelezen, Mario, dat die inderdaad die vleugels van cicaden ook al gebruikt worden voor de coatings van wolkenkrabbers, voor de warmte te reguleren beter en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk wat je zegt. Hè. Dus super, er zijn al toepassingen, zeker. Ja, over het algemeen zijn dit soort dingen moeilijk op te schalen. Dus dan blijft het ook wel beperkt bij hele dure oplossingen voor hele dure gebouwen en dergelijke. Mm-hmm. Maar ja, de hoop is dat inderdaad er iets gevonden wordt wat echt zeg maar zo dusdanig doorbreekt dat de hele mensheid er voordeel bij heeft. En heel af en toe gebeurt dat en dat is leuk. Mm-hmm. En we kunnen inderdaad veel leren van de natuur, want als je kijkt naar medicijnen, slangengiffen worden nog steeds gebruikt omdat ze dus hele complexe moleculen produceren, eiwitten. En er zijn meer eiwitvormen nodig dan dat er sterren in het universum zijn. Dus je moet echt zoeken en je kan het niet ontwerpen. En soms vind je dan iets wat gewoon een... men is nu ook redelijk ver om een antigif te vinden voor alle slangen. Dus één antidood, één antigif
voor alle slangenbeten. En dat zou heel bijzonder zijn. Mm-hmm. Maar dat gaat bijna gebeuren. Ja. Ja, oké. Je moet maar oud genoeg worden, hè? In alle gezondheid en zo. Ja, dat is het probleem een beetje. Gaat niet lukken. All right. Even aan iedereen die luistert. Je kan je nog verzamelen op Discord. Want over een klein kwartier of over precies een kwartier gaan we quizzen. Yes. En dat is keiboeiend. En op Discord meedoen is altijd plezant. Want er gaat zoveel mis dat het echt een uitdaging wordt om het een keer helemaal goed te laten gaan. Maar ik heb speciaal gerepeteerd. En vandaag is het voor de verandering niet eens op elke vraag een A als antwoord, wat vorige week. Ja, dat is wel een beetje slordig, ja. Nou ja, dus daar hebben we wat aan gedaan, dus het is wel weer een beetje kiezen, maar jij kan dadelijk ook meedoen. Ik vond dat niet slordig, dat was heel geordend eigenlijk. Ja, autistisch. Geordend. Ja. Voor sommigen wel. Nog even dit. Een klein beetje bio-nieuws. Microscopische wormen die na 46.000 jaar tot leven. Moeten we daar blij mee zijn? Nou nee, want het punt is, het zijn nematoden, dat zijn rondwormen. Dat zijn de kleinste wormpjes zo'n beetje die we kennen. Soms zijn ze ook gevaarlijk, denk maar aan draadwormen. Dus je hebt een hele groep die parasitisch is. Dus die als parasiet zeg maar in dier en mens kunnen voorkomen. Plant ook trouwens. Maar het griezelige is, de permafrost ontdooit. En ze hebben dus nu dus wormpjes van 46.000 jaar geleden uit die permafrost zijn gewoon weer gaan leven. Dus dat betekent dat er ook een mogelijkheid is dat we ook heel veel pathogenen, oftewel ziekmakende stoffen, terug gaan krijgen die al een hele tijd uitgestorven waren. Mm-hmm. Dus dat is geen goed nieuws. Maar op zich is het natuurlijk heel bizar dat dit na zoveel jaar weer opstart. Doe me een beetje denken aan dat tardigrada, ja, dat beerdiertje. Dat kan een vacuüm overleven en harde straling. Heel moeilijk. Dus het ene kant is het interessant, aan de andere kant is het ook wel een beetje griezelig dat die nematoden zeg maar weer tot leven komen. Maar ik vind het wel een interessant iets, dat zeker. Ja. En hebben die dan mogelijk ook een bacterie in zich? Iets waar we bang van moeten zijn? Of, want nou vreten, nee, maar je hebt wel heel veel. Je hebt wel, ja, zeker. Je hebt vleeseters, laat ik zo zeggen, die andere wormen eten. Je hebt natuurlijk ook. Het is een enorme rijke groep. Er zijn vele duizenden soorten. Als je echt wereldberoemd wil worden als wetenschapper, dan moet je daarin verdiepen. Want je gaat geheid een wormpje vinden die nog niet op naam is gebracht. Want er zijn nu al iets van 15 of 20.000 soorten bekend. En in iedere schep aarde zitten nematoden. Dus het is ook een enorme grote groep. Al zijn ze te klein om te zien. Maar als je naar je tuin gaat en je zou een hap aarde uitspoelen, ga je geheid nematoden vinden. Oh ja, want dus ze zijn overal. Want vorige week hadden we het erover dat God moet van kevers houden. Want er zijn er zoveel. Maar hij houdt dan dus ook kennelijk van die wormen. Heel veel. Ja, van nematoden. Dat zijn hele. Nou, ik heb een vriend ook die daar. Die zich daar helemaal in aan het verliezen is. Op zich is het heel interessant. Maar ja, mensen staan er niet bij stil eigenlijk. Dus ik vind het wel boeiend eigenlijk. Maar ja, wat hebben die voor nut? Ze houden de aarde vruchtbaar of zo. Ze moeten toch een of ander nut hebben. Of ze zijn voedsel voor de kevers. Nee, maar dat zeker. Het is natuurlijk ieder organisme heeft een plek in de voedselketen. Dus het begint het begint natuurlijk helemaal bij de kleinste organismen. En alles wat dat eet, wordt langzaam maar zeker groter. En zo is dus als die nematoden weg zouden zijn, dan zou je inderdaad enorme tekorten overal krijgen. Het is wel zo dat in die zin zijn ze natuurlijk heel erg belangrijk. Alright. Ja. Oké. Okay. Maar het zijn wel interessante dieren. Als je kijkt, je hebt planten, parasitaire wormen. Dat aaltjes worden ze ook wel genoemd. En we hebben natuurlijk, wij zelf hebben last in de vorm van draadwormen en spoelwormen en zo. En aarswormpjes, heb je daarvan gehoord? Nee, gelukkig hebben we dat hier niet meer zo. Wil ik maar dat? Nee. Mooi onderwerp voor paasmaanden. Die kruipen er aars binnen als je in het water zit of zo? Nou, ze kruipen eruit, zo klein zijn ze.
Ah, oké. Okay. Maar hoe komen ze dan binnen? Via voeding. Voedsel? Ah ja. Ja, voeding. Slecht voedsel of zo. Ja. Okay. Ja, maar het doet mij denken aan die... het is een Siciliaanse kaas, denk ik. Of een Franse, Corsicaanse kaas. De casu marzu. Die gemaakt wordt met levende wormen en die ook zo geserveerd wordt. Die wormen die eten de kaas op en die komt er terug uit. En dat is dan wat je opeet. Zoiets is het. Maar dat wordt geserveerd in een bol kaas met levende wormen in. En eet je dan de wormen of de kaas? Je eet alles op. ja, maar je moet goed kauwen, want die dingen, als je niet goed kauwt, dan overleven ze het maagzuur blijkbaar ook. En dan leven ze verder in je maag. Oh my god, het is... allerlei drempels die je moet overwinnen. Yes. Nou zeker, de parasieten die hebben vaak een hele interessante levensloop. Dat gaat vaak via vele vectoren. Je hebt bijvoorbeeld een parasiet die zeg maar zorgt dat wordt gegeten door een schaap. Mm-hmm. Die vermenigvuldigt zich in het darmstelsel van de schaap. De schaap poept. Die eieren eigenlijk, die bevruchte eitjes, poept die uit. Die eitjes die worden meegenomen door mieren. En die mieren die slepen zo'n drol het nest in. En uiteindelijk besmet dat die meerdere mieren. Die mieren die kruipen. Hun brein die wordt als het ware gehackt. Zij worden gedwongen naar boven te klimmen in een grassprietje. Ja, en dan klinken ze naar boven in een grassprietje, worden vervolgens gegeten door een schaap en zo is de cyclus weer rond. Mm-hmm. Dus je hebt vaak enorme, ingewikkelde parasitaire verhoudingen. De Bloody Lemon, dat is trouwens de vijgwesp, daar kan ik een uur over praten, gaan we nu niet doen. Maar het zijn vaak hele interessante levenslopen, heel complex over het algemeen. Mm. Ja. Ja, de natuur vindt altijd wel een weg of zo. Dus, evolutie met parasieten staat niet stil. Ja. Nee. Alright. Ik mocht dan wel eens een uur luisteren naar de vijgwisps, Mario. Ja. Nou, in de volgende aflevering. We hebben nog wat tijd. Ja. Misschien moet je erin uitnodigen volgende keer een wisp. Nou, de vijgwesp, het is het verhaal tussen de vijg en de vijgwesp. Hoe die twee, zeg maar, die twee organismen, een plant en een wesp, elkaar eonen lang in de maling hebben genomen. Dat is echt een heel boeiend verhaal. Dat is blazen de kluit. Maar dat is nu te complex, denk ik, om even in... Voor de volgende week, want we moeten naar een ander ding... dat ook wel een onsmakelijk karakter heeft. De praattafel bezorgt pik en veren. Deze week voor... Nog even wat pek en veren voordat we aan de quiz gaan beginnen, mensen. Dat is over 8 minuutjes. In Nederland waren ze alweer klaar op het internet om van allerlei gal te spuien. Want er was zaterdag een gijzeling in Ede. Daar was iemand een café binnengestapt om 5 uur, terwijl dat werd schoongemaakt door met 4 mensen. En toen kwam de Nederlandse, ik geloof dat het leger daarbij betrokken was. Er zijn 150 woningen ontruimd in de buurt. Ja, dat was misschien allemaal een beetje overdreven, want het ging maar... Nou ja, er was sprake van... Ja, maar die had gezegd, hij had een rugzak bij zich en hij had ook gezegd dat hij de boel zou opblazen, dus... Mm-hmm. Ik begrijp ook wel dat je dan wel het boel een beetje moet opschalen. Kan het risico niet nemen. Dat is wel gelukt, maar op een andere manier dan. Heeft de boel opgeblazen. Ja, maar waar het echt om ging, terwijl de gijzeling nog bezig was, deden er geruchten de ronde op sociale media. Ja. En dat zijn de Nederlanders zijn daar heel goed in. Dus het klaarmaken van allerlei van die therapieën of... conspiracy theories. Ja, theorie en therapie is. Ja. maar wat heel vervelend was, al heel snel kwamen ze uit op iemand die daar in Ede woonde. En die werd benoemd en met zijn vrouw als dat hij dader was enzovoort. Dus en dat was een meneer uit Kesteren. En dat verspreidde zich zo snel op social media dat de man compleet afgefakkeld werd. Dat is dan spreekwoordelijk, want gelukkig is hij dan in India. We zijn mensen wel voor minder in de brand gestoken, denk ik. Ja, trial by Facebook. Dat klopt. Ja. Dus ja, waarom kunnen mensen niet gewoon wachten totdat er nieuws uitkomt en ze maken hun eigen nieuws zo, weet je? Dat is ja, maar beetje... dat is heel... Ja, maar als je... voor een hele hoop mensen is het zo dat de werkelijkheid in hun geval bestaat uit wat ze lezen op sociale media en niet meer steeds minder bezig zijn met het reguliere nieuws. Ja, maar het lezen, maar dat moet wel door iemand eerst geschreven
geschreven zijn dan, hè, voordat ze dat kunnen lezen. Dus het is een kip of ei verhaal natuurlijk. Maar zeker. Het is een beetje vergelijkbaar met wat er gisteren gebeurd is tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ik weet niet of je dat verhaal gehoord hebt van die supporter die in botsing gekomen is met een paar renners in het begin van de koers. En die dan die is afgevoerd en redelijk zwaar gewond geraakt. En meteen had iedereen op Facebook zijn oordeel klaar van schandalig. En die moeten bij wijze van spreken kapot gemaakt worden, dat soort mensen. En dan achteraf bleek dat is een G-atlete die helemaal geen schuld had aan de botsing. Het was een botsing. G-atlete, moet je even uitleggen. Dat is iemand die traint voor de Paralympics. Die was zich aan het voorbereiden om deel te nemen aan de Paralympics. Dus iemand met beperkingen. Met een beperking, ja. Ja, ja. Maar die had dus zelf geen enkele schuld aan die botsing. Maar ze werd wel al helemaal afgebroken op social media door mensen die het van niks wisten. Dus, ja. Dus die zat gelijk ook in een zwaardere categorie in de Paralympics. Ja, zoiets, ja. Oei, oei, oei. Ja, dus, Langerak, de agent, de wijkagent waar die man woont, vertelt dat de man en zijn vrouw foto's werden verspreid, het stel werd bedreigd en dat men hen wel een kopje kleiner zou komen maken. Mm-hmm. De wijkagent is te gek voor woorden. Maar dus, iedereen kan anoniem zeggen wat hij wil. En dat is dus het probleem. En er zijn mensen met heel veel vrije tijd en een minderwaardigheidscomplex. En dan krijg je dus dit soort uitingen. Maar het is ook een stuk wantrouwen naar de gewone media. Hè? Want die denken van de gewone media verzwijgen zulke dingen. En die man is eerlijk, die heeft de waarheid. Want de gewone media zouden dat nooit publiceren. Dus, maar ja, dat is van alle tijden ben ik bang. Ja. Ja. En het mag toch wel eens gezegd worden, zeker. Mm-hmm. Dus dat, hè? Ja, want anders is het censuur, hè? Als het verboden wordt, is het censuur. Hey, waar we ook niet blij mee moeten zijn, is webwinkel Shine. Ik weet niet of dat iedereen daar kent. Vreselijk, ja. Die maken dus echt ontzettend goedkope modieuze... Fast fashion. Ja, die hebben wel hun winst verdubbeld. Dus ze krijgen het niet aangesleept allemaal. Dat is toch de honger van... Eén keer dragen, weggooien. Ja, dat is afschuwelijk eigenlijk. Blij zijn als dat. Ja, je moet er steeds natuurlijk op en top uitzien op je Instagram dingen. Ja, echt het verschil tussen een echte, weet je wel, echte couture en die namaak zie je toch niet. En je moet er toch voor elke foto, je kan niet twee keer op de foto. Ja, maar ook de kwaliteit. Het wordt heel slecht geproduceerd. Het is ook de bedoeling dat je het één of twee keer aan hebt en dat je hem dan wegflikkert. Dus het is wegwerpkleding geworden. Maar het gaat zelfs nog verder dan dat. Hè. Het is mensen bestellen vier dingen, sturen er drie terug, maar die drie dingen die teruggestuurd worden, die gaan gewoon de vuilnisbelt op. Hè. Die worden verbrand of vernietigd. Dus het is verschrikkelijk wat er verloren gaat aan spullen. Het kost ze meer om het opnieuw in te pakken en het reinigen, want vaak houden mensen dat ook, want je kan het nu, sommige van die dingen staan toe dat je het drie maanden bijhoudt of zo, voordat je het terugstuurt enzovoort. En gewoon no questions. Maar toch op de een of andere manier maken ze daar toch winst op of zo. Dan zijn die marges toch kennelijk zo blijkbaar. Ja. Het wordt voor bijna niets geproduceerd door, door mensen. Ja, dat weten we allemaal. Niemand. Het is nou eenmaal zo dat kinderarbeid is een groot probleem in die wereld. Je hebt dan van die modehuizen die zeggen dat ze het vriendelijk produceren. Maar het blijkt dat dat over het algemeen toch ook een wassenneus is. Mm. Er is bitter weinig controle. En eigenlijk zouden we met z'n allen hier wat aan moeten doen. Maar ja, de jeugd wil er hip uitzien. En dat is het probleem. Maar het is niet alleen de jeugd, denk ik, hoor. Ik denk dat iedereen tegenwoordig er gebruik van maakt van... ik wil iets nu en ik bestel het en het zit morgen in mijn brievenbus, bij wijze van spreken. En daar ligt het probleem, hè? Ja, en dan heb je in Nederland ook nog dat van betaal later. Dat is daar nu heel populair, dat je iets bestelt, maar op krediet. Dus je hoeft pas via Klarna of zo, heb je nu even geen geld, dan schieten wij het wel even voor en zo. Waardoor mensen dan ineens veel meer makkelijker gaan kopen en toch in de moeilijkheden komen. Ja, dat is een trieste zaak eigenlijk. Dus de vraag is, hoe ver gaan we hiermee? Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk een serieus probleem met het klimaat en alles. En dat kwartje, dat valt helemaal niet. Ik bedoel, er wordt nog nooit zoveel gevlogen als nu. Vliegschaamte, dat bestaat niet. Ik zie het somber in, moet ik zeggen, eigenlijk. Tja,
Het goede nieuws is, ik zal er verder weinig van merken. Want ik, over 2 jaar ben ik 70. Dus ik denk dat met mijn tijd zal het nog wel duren. Maar voor de jongeren van nu, die gaan een hele bijzondere tijd tegemoet. De toekomst is aan de nematoden. Zo is het. Ja, zeker weten. Hey, nog even heel kort. Uit Amerika, dan op Air Force One. Er stond een berichtje nu opeens wat blijkt dat... Dat de journalisten met de president, die reist daar op zo'n Boeing 747. Echt zo'n grote met die bult erop. Een heel groot ding met kantoren en slaapruimte. En, maar er vliegen ook altijd een vracht journalisten mee. En die blijken daar dus van alles te jatten. Omdat dat ding, alles daar, de glazen, de servetjes, die zijn allemaal zo met het presidentiële logo enzovoort. Hebben. Ja. Vooral. Kussen slopen, glazen en borden zijn bijzonder populair. Na een recente binnenlandse reis hadden journalisten het iets te bont gemaakt. En de Vereniging van Witte Huis Journalisten roept daarom nu op om niet meer te stelen van het presidentieel vliegtuig. Ja, zoals ze hadden de ja, het is toch wel heel bizar eigenlijk. Maar ja, ik begrijp, en ik tenminste begrijp, ik vind het niet onverwacht, want zo zijn mensen vaak. Tuurlijk. Kijk eens naar al die hotelbadjassen en handdoeken. Het is natuurlijk, als ze een beetje slim zijn, dan geven ze gewoon iets mee dat als bewijst dat iemand heeft meegevlogen. Ja, goodie bag, daar ben je er vanaf volgens mij. Ja, ik heb wel eens gehoord van een familielid ergens anders, die als ze dan zo, als iemand dan een cadeautje kreeg, dan kreeg hij een badjas. En dan stond dan inderdaad het logo op van een hotel of een paar handdoeken met het logo van een hotel eigenlijk ergens in Tunesië of zo, weet ik veel. Wie wordt daar nou blij van hè, eigenlijk? Ja. Hey, we gaan mensen blij maken, Chris, want het is 12:00 hè? Of nee, 1:00 is het. 1:00 zelfs. Ja, ik zit nog steeds. Je staat nog op winteruur. Ja, jij loopt weer achter, hè? Ja, maar oké. Ja, hé, maar gek. Oh, ik of heb zijn jullie daar ondertussen zo'n whisky tasting aan het doen? Dat zouden we ook kunnen doen. Nee, dat gaan we straks doen. Dat gaan we straks aan toe. Er zijn geen camera's hier. Nee. Okay. Nee, dat is enkel de audio. De quiz van onze lieve favoriete Chris. Even kijken of dat de knop is. Hij is al liever geworden, oké. Ja, dat is onvoltooid toekomende tijd. Goedemiddag, wakkere praattafel podcastluisteraars. Welkom op de quiz van onze favoriete quiz. En voor vandaag hebben we weer een dozijn kakelverse boeiende vragen waar we graag ook antwoorden op zouden willen krijgen. En als dat even kan, de juiste antwoorden, nietwaar? En u kunt dus ook meespelen, beste luisteraar, en antwoorden via onze praattafelchat op praattafel.be en op chat te drukken. Of je kan ook heel hard roepen, nietwaar? We zijn er dus klaar voor. Ik heb er zelf ontzettend veel zin in. Laten we starten met de quiz van onze favoriete Chris. Ja, we zijn 1 april, kan je het geloven, is het van. Dus ik dacht eigenlijk... Ja, nog steeds. Ik heb nu een beetje dus ik dacht om... Ben je weer aan het mompelen? Ja, tegen mezelf. Ja, ga jij gewoon door. Ik dacht dat je hoorde zeggen van deze vind ik wel lekker. Maar wat? Ja. Dus ik heb aan ChatGTP gevraagd van maak eens een trivia quiz met meer keuzevragen over 1 april. Waar dat de antwoorden niet allemaal A zijn. Dat heb ik er wel bij gezet. Mm-hmm. En hij heeft dat gedaan. Ik heb er wel een paar moeten veranderen, want er waren... Ik heb gevraagd, maak het wat Europees, hè? Want dan ga je nogal redelijk snel naar Amerika. En ik dacht, nee, laten we het Europees houden. Dus ik heb een boel vragen die volgens ChatGTP juist zijn. Ja, we hebben vraag 0 even gepost. Het is puur informatief. De testvraag. Hè? Ja. Dus je krijgt een vraag en dan een wachtmuziekje en dan kan je nog... Je kan veranderen en van antwoord. Ik heb het juist... Ja. Ik had dat nep juist vraagd. Juist, dat is goed. Ja. Dus je kan ondertussen veranderen. Alleen de laatste vraag, die laatste antwoord geldt dan. En aan het eind van de rit krijg je de uitslag. Dus. En dan is er na de vraag 30 seconden tijd. Dan wordt het nog eens een keer herhaald.
En dan ga je gewoon meedoen voor de hoofdprijs. En de hoofdprijs is heel spannend, die hoor je dan nog wel. Dus ja, is er nog iets anders, Chris? Of? Nee, ik wil nog eens benadrukken dat het vragen zijn die door ChatGTP zijn samengesteld. Oké, daar gaan we. En dan nu, vraag 1. Welke Europese stad staat bekend om zijn jaarlijkse 1 april vieringen, waarbij de lokale bevolking allerlei grappen uithaalt? Nu, ik dacht, ja, dat is heel Europa, maar zwart. Volgens ChatGTP is het ofwel A. Rome in Italië, B. Londen in de Verenigd Koninkrijk, C. Amsterdam, Nederland. Ah, er zijn er maar 3. Ik dacht dat er 4 waren. Nee, er zijn maar 3 meer keuzevragen, blijkbaar. Oké. Dus A, B of C. Nou. A, B of C, ja. Daar gaan we. Dus niet 4. Dus welke Europese stad staat bekend om zijn jaarlijkse 1 april vieringen waarbij de lokale bevolking allerlei grappen uithaalt? Is het A, Rome, B, Londen of C, Amsterdam? Ik weet het niet. Ik doe wel mee, maar ik weet het niet echt. Maar ik denk dat ik het weet. Ik weet het niet. Nee. Ja, nee, ik mocht dan de antwoorden geven. Het was C. Het was Amsterdam. Ik heb een ChatGTP. Ja. Nou, weten we daar iets meer van, hoe dat zit? Met... Nee. Ik heb het hem niet gevraagd. Oké, volgende keer misschien wat achtergronden erbij of zo. Ja, misschien moet ik die quiz ook niet om 3 uur 's nachts samenstellen, dat ik er wat meer zin in heb. Het zou kunnen dat dat is. Oké. En dan vraag 2. Welk land heeft een traditie waarbij men mensen elkaar probeert te laten struikelen door papieren visjes op hun rug te plakken op 1 april? ChatGTP, ik zeg het u. Is het A, Noorwegen, B, Zweden of C, Finland? Ja. Oh, dat weet iedereen. Ja. Nee, ja. Dus welk land heeft de traditie waarbij mensen elkaar proberen te laten struikelen door papieren visjes op hun rug te plakken op 1 april? Ik wist niet dat dat de bedoeling was, dat laten struikelen ervan. Maar wat? Is dat, dat A, een hele grote vissen, ja. A, Noorwegen, B, Zweden of C, Finland. Het zal waarschijnlijk dan een zalm zijn of zo dat ze ervoor gebruiken. Ja, dat, als je struikelt van een papieren vis, nou ja, met papier-maché misschien iets. Oh, het lijkt beter zijn. Ja. Ja, ook het was Zweden. Oh, nou ja. Maar het wordt beter, de vraag. En ik ken het nu al. Er zit een stijgende lijn, hè? Ja, ja. Toch wel. Aan vraag 3. In welk jaar meldt de BBC dat er pinguïns konden vliegen als onderdeel van een 1 april grap? Is dat A, 1965, B, 1982 of C, 2008? We hebben ooit dat verhaal eens gehad, dacht ik in een dingetje van mij, dat pinguïns konden vliegen. En toen zei Mario, maar pinguïns. Dus wat waren de 3 antwoorden ook alweer? A, 1965, B, 1982 of C, 2008? Ja, dat weet ik ook niet. Nee? Het is weer zo'n vraag, zo'n quiz. Ja, ook niet goed. Het was in 2008. Kijk, nu weet je het wel, Mario. Ja, nu weet ik het. Maar ja, het zijn wel van die feiten die weinig mensen zullen weten. Als de vraag is, wie is de uitvinder van de badmuts in 1812, dan weten weinig mensen dat. Dat was de Kevin. Oh, oké. Okay. Oh. Kevin Badmuts, natuurlijk. Ja, okay. Dat is toch logisch? Dat is toch logisch? Ah, oké. En dan komen we bij vraag 4. Ja, vraag 4. Welke bekende fastfoodketen adverteerde ooit voor een linkshandige hamburger op 1 april? Was dat A, Wendy's, B, Burger King of C, McDonald's? Even kijken, ja. Dus? Oh. Nee, verkeerde knop. Ja, zeker. Misschien de vraag? Ja, we kunnen niks invullen, hè, nu.
ergens niks. Nee. Ah, voilà. Niet hier. Oké. Dus de linkshandige hamburger op 1 april. Was het A. Wendy's, B. Burger King of C. McDonald's? Zo interessant, Mario. Oh, sorry. Ja, dat is het gevoel dat ik heb als jij het over de kosmos hebt, een beetje zo. Oké. Okay. Nou, dat was toch McDonald's. Ja. Het was McDonald's, ja. Ja, alright. Dan schieten we door naar... Aha, een straal aan vraag 5. Welk beroemd technologiebedrijf kondigde ooit aan dat ze een geurend internet gingen lanceren op 1 april? Was het A. Apple, B. Google of C. Microsoft? Dus welk beroemd technologisch bedrijf kondigde ooit aan dat ze een geurend internet gingen lanceren op 1 april? Was het A. Apple, B. Google of C. Microsoft? Zo, er wordt slaan aangedacht. Ja, wat wordt er gegokt? Het was dus B. Google. Tje toch. Alright. We hebben het middenpunt bereikt met vraag 6. Welke Franse krant publiceerde in 1992 een artikel over het feit dat de beroemde Eiffeltoren zou worden verplaatst als onderdeel van 1 april? Vraagt me niet naar waar, hè, maar in ieder geval ging verplaatst worden. Oh. Maar welke krant was dat? Was dat A. Le Monde, B. Le Figaro of C. Libération? Oké, nou. Dus welke Franse krant publiceerde in 92 dat de beroemde Eiffeltoren zou worden verplaatst naar Rotterdam waarschijnlijk, vermoed ik. Was dat Le Monde, B. Le Figaro of C. Libération? Dat is wel al heel vaak verkocht, hè, de Eiffeltoren. Ja. Ja, wie wil dat niet in zijn tuin hebben staan? Geeft niet, ja, of een stukje ervan. Ja, het gaat trouwens niet goed met dat ding. Het blijkt een beetje aan naast het atonium, zo in de tuin. Het was dus inderdaad Le Monde. Ik dacht Figaro, want dat klinkt zo'n grapkrant. Ja. Maar dat is het dus niet. Oké. En jawel hoor, hier komt vraag 7. Welk Europees land kondigde op 1 april 1973 aan dat ze de rijrichting van de wegen zouden veranderen van rechts naar links? Was het A. Duitsland, B. Nederland of C. Zwitserland? Kijk hoor. Ja. Dus welk Europees land kondigde in 1 april 1973 aan dat de rijrichting van de wegen zouden veranderen? Was het A. Duitsland, B. Nederland of C. Zwitserland? En Minja zegt dat er mensen ermee getrouwd zijn. Ze bedoelt waarschijnlijk met de Eiffeltoren. Ja. Ze gaan hem ook verwerken in de medailles van de Olympische Spelen, hè, de Eiffeltoren. Ja, oké. Okay. We hebben al een antwoord. Dat gaat vooruit. Het was dus C. Zwitserland. Ah, toch. Dat lijkt me nou helemaal geen grappig land of zo. Nee. Kan ik me nou echt niks voorstellen. Niet echt bekend voor comedy. Nee. De Zwitserse stand-up comedian, die komt kaas, wel op tijd. Nou, ze hebben die kaasfondue. Op zich is dat al een grote grap. Ja, ja, en ze hebben een kaas waar daar heel grote gaten in zitten. En toch verkopen ze die dus. Ja. En, maar daar zijn dan de wormen uitgehaald al. Ik denk het. Laten we het hopen. Vraag 8. En dan maken we plaats voor vraag 8. Welke populaire sociaal media platform introduceerde ooit een selfie-schoen als onderdeel van een 1 april grap? Was het A. Facebook, B. Instagram of C. Snapchat? Wacht even hoor. Ja.
Dus wie interesseerde ooit een selfie-schoen als onderdeel van een 1 april grap? Was het A, Facebook, B, Instagram of C, Snapchat? Dan weer de gok doen. Mm-hmm. Ik heb er al 1 juist. Dat is al veel eigenlijk. Ja, hè? Ja, ja, dan maak je kans. We hebben ooit quizzen gehad waar dat niemand iets juist had. Die zijn er ook geweest. Ah, 2 Het juist. Was B. Instagram, voilà. Alright. Het schiet lekker op vandaag, joh. Hey. Zijn we al zover? Hier komt vraag 9. Ja, het gaat inderdaad vooruit. Welk dierentijdschrift publiceerde een artikel in 2006 over een nieuw soort zeedier genaamd zinkende kwallen als 1 april grap? Ja. En de drie antwoorden zijn? Dit moet ze laten zien. A. National Geographic. B. Wildlife Magazine. Of C. Zoo Life. Voilà. Dus welk dierentijdschrift publiceerde een artikel in 2006 van een nieuw soort zeedier? De zinkende kwallen. Als 1 april was het A. National Geographic. B. Wildlife Magazine of C. Zoo Life. Zinkende kwallen. Ja. Nou, dat is wishful thinking, hè. Daar zijn we er wel vanaf. Kwallende zinkers. Ja. En het was dus de National Geographic. Ook niet bekend om zijn wilde grappen. Oké. Nou, dan hebben we er nog maar een stuk of 3 te gaan, jong. En aan 9 komt vraag 10. Ik heb het daar ook eens ooit over gehad. Maar ja, niemand luistert blijkbaar naar mij, dus ik ga hem terugstellen. Welk land kondigde op 1 april 2018 aan dat ze een minister van eenhoornzaken hadden opgericht als grap? Was het A. Ierland, B. Schotland, C. Nederland? Als de logica gerespecteerd wordt, is dat het fabeldier van een van de 3 landen, ja. En dat weet ik. Ja, dus welk land kondigde op 1 april 2018 aan dat ze een minister van eenhoornzaken hadden opgericht? Als grap, was het A. Ierland, B. Schotland of C. Nederland? En het was A. Ierland. Oh. Het is nogthans het Schotse fabeldier, de unicorn. Ja, ik had ook Schotland met die vlag en zo. Daar hebben we een verlasse vraag over gehad, dat in de vlag staat. De eenhoorn. Nee. En dat is Ierland volgens... En de tweehoorn komt nergens voor natuurlijk. Dat is als je heel veel geproefd hebt. Want hier komt vraag 11. Welke populaire streamingdienst kondigde ooit aan dat ze een nieuw genre aan hun aanbod zouden toevoegen, genaamd binge-watching for pets, op 1 april? Was het A. Netflix, B. Hulu of C. Amazon Prime Video? Het zou wel interessant zijn, denk ik. Welke populaire streamingdienst kondigde ooit aan dat ze een nieuw genre van hun aanbod zouden toevoegen, genaamd binge-watching for pets, voor huisdieren dus, op 1 april? Was het A. Netflix, B. Hulu of C. Amazon Prime Video? En blijkbaar kijken huisdieren ook tv. Ja, baby's ook. Je hebt een baby channel, heb je. En het was Netflix. Ja. Toch wel. Ja. Maar iedereen zo enthousiast. Oh, was het leuk. Ja, leuk. Ja, dus... En nu een vraag die we kunnen weten. Ja, er zit weinig trivia achtergrond achter. Nee, dus het is helemaal niks eigenlijk. Nee, ja. Oké, maar goed. Het is 1 april, joh. We maken het uit. De laatste vraag van vandaag. Vraag 12. Welk beroemd Europees luchtvaartmaatschappij kondigde aan dat ze vliegende huisdieren zouden toestaan aan boord als onderdeel van een 1 april grap?
Is dat A, Lufthansa, B, British Airways of C, Air France? Mm-hmm. En dan denk ik, ja, wat moet je daar meer over weten? Je, moet daar, je weet toch dat dat één apart spreekt voor zich, hè. Ja. Ja. Welk beroemd Europese luchtvaartmaatschappij kondigde aan dat ze vliegende huisdieren zouden toestaan aan boord als onderdeel van een 1 april grap? Was dat A, Lufthansa, B, British Airways of C, Air France? Wie is de meest humorvolle van alle luchtvaartmaatschappijen? Wie? Je zou daarvan verschieten. Lufthansa zal het dan niet zijn. Nee, British Airways. Oh, kijk eens aan. Ah, oké. Okay. Nou, dan dat waren ze alle 12. Ja, spannend nu, hè? Spannend nu, dus dan wie is heeft het er gewonnen? Wachten van de uitslag. En dan moeten we wachten totdat die vraag toont 8 seconden, 7, 6, tromgeroffel, tromgeroffel en kadanga, pazoom. Ik ben gewonnen. Ja, super, dankjewel, mensen. Kijk eens, kijk eens. Prachtig. Ik heb alles juist, ja. Kijk. Ja, dus ik heb er maar één goed, maar ik tel eigenlijk niet mee, want ik moet hier vele knopjes indrukken, wat deze keer eigenlijk best heel goed ging. Hè? Jongens, dankjewel hoor, een kleine applaus. Nee, maar ik ben echt blij dat ik eens gewonnen ben deze keer. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, oh ja, dat is maar toch voor jou. De grote winnaar is eigenlijk Minja. Ja, Minja heeft gewonnen. Want die had toch wel echt de juiste vragen. Ja, en waar Nigel staat, dat is eigenlijk Jeroen, onze gast. Je had er dan 5 goed. Ja, maar, blijkbaar. Ik heb die naam aan moeten passen. Topper. En dan Mario en Manu 4 goeie, Alexander 2 goeie. Dus het was toch heel pittig. Dus we hebben toch nog steeds niet in de gaten wie nou het meest grappige is van in deze wereld. Wie de meeste humor toch heeft of zo. Nou, hey, dat was de quiz. Dus voor de winnaar Minja alweer geen BMW. Dat is onze groen cadeau. Dus in plaats van dat er weer een auto bij komt, komt hij er niet bij. Waar maar je dan heel blij ook mee heel veel liefde en genegenheid. Dat dan weer wel. Dus, een beetje opwarming dat dan. Dat zeker. Ja. Dus ja, gefeliciteerd aan iedereen, zou ik zeggen, die weer meedeed met de quiz. En volgende week gaan we er weer een lap op geven. En dan wordt het op 7 april. En dan wordt het de 7 april quiz waarschijnlijk. Dat hangt er vanaf wie dat de gast is voor dat moment. Ja, dat weten we nog niet. Dat gaan we later aankondigen. Dus in dan elk geval weet ik dat ook nog niet. Nee. Hey, ja. Allemaal hartstikke bedankt om mee te doen. Blijf hangen als je mee wilt chatten over onderwerpen wat je nog gaat horen en wat je nog tegen gaat komen. Want we krijgen dadelijk een blokje Cosmos en dan gaan we gedicht erbij doen. En dan hebben we nog wat ruimte voor goed nieuws. En we hebben nog heel wat tijd over, want het is vandaag super vlot gelopen met de quiz. Misschien moet ik toch wat meer knoeien, zodat het toch wat leuker wordt. En dat we toch wat meer tijd en zo. Nu hebben we dadelijk een... kijk eens aan, Chris die antwoordt al meteen. Dat denk ik niet, met een gifje of zo is dat. Of is gewoon een plaatje. Dus dat was de quiz. Ik zou zeggen, we kijken omhoog naar de ruimte. Propulsion, go. Pneumatic, go. Cosmische receiver aan tafel. In brandje. Cosmos. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. En er was van allerlei boeiens. Heb jij nog omhoog gekeken om het Noorderlicht te zien, Mario? Want dat schijnt vorige week een optie geweest nou, te zijn. Nou, in Rotterdam Centrum is de kans dat je dat ziet tamelijk klein. Dan moet je echt op de Veluwe zijn of zo. Want hier, dit is één grote orgie van lampen die aanstaan. Ja, ze doen daar niks aan zo verduisteren en natuur een beetje helpen enzovoort. Nou, niet in Rotterdam Centrum in ieder geval. Nee, helaas. Ik had het wel willen zien, want het is wel een wens, maar helaas. Hmm. En hier in België, bij jullie daar? Nou, nee, ik heb
Ik heb niet gekeken, want ja, waar ik woon, dan weet je, als ik hier op mijn terras sta, dan zie ik een muur. En kijk ik naar rechts, zie ik een soort boombos en aan de andere kant de gevels. Van de... Mijn venster op de hemel is ongeveer een briefkaart, ongeveer, moet je voorstellen. Maar het was geen groene briefkaart. Nee. Hier niet. Dus ja, als iemand dat wel gezien heeft, dan horen we dat graag. Maar je bent nog niet uitgekeken, want... Er is nu een kans om een cryovolcanic devil comet te zien. Dus als nog een keertje? Ja, een cryovolcanische duivelskomeet staat in de... Oké. Klinkt heel spannend. Eigenlijk. In popular science. Dus, ja. Maar ik weet nog wel, dat was toen ik misschien een jaar of 14, 12 was of zo, was de komeet van Kohoutek die langskwam. Die kon je goed zien en die schoof dan iedere dag zo'n beetje op. En dan vooral 's nachts was het toch heel bijzonder om eens een keer iets met een staart te zien in de hemel. En dan kreeg je toch een beetje zo'n gevoel van ja, onze buurt. Een beetje bij ons in de buurt gebeurt er van alles en zo. Want het is toch ja. Dus dit is de komeet 12P Pons-Brooks. Die wordt steeds helderder. En ja, die is ongeveer zo helder als Mercurius. Oké. En die zou over de volgende dagen toch goed te zien moeten zijn. Dat is een unusual devil comet. Dus ja... En hij kan zeker te zien zijn tijdens de eclipse van 8 april. Maar ja, bij ons is er geen eclipse. Maar toch zou je dat kunnen zien als je de zon een beetje afschermt met iets of zo. Wat is een Devil's Comet? Dat is een iets van 16 kilometer grote brok ijs en rotsen. En Okay. Een zeer elliptische baan enzovoort. En hij komt maar eens in de zoveel 100 jaar langs of zo... En hij is cryovulkanisch. It frequently erupts when solar radiation opens up fissures in the nucleus. Dus okay. doordat hij opwarmt, komen er scheuren in. En dan komt er highly pressurized icy cryomagma. Cryomagma. God, allemaal nieuwe woorden vandaag weer in deze allemaal show. Allemaal nieuwe woorden. Ja. Nou, klinkt spannend. Ja, het is leuk dat dat soort evenementen vermeld worden. Hopelijk zijn er al wat meer mensen geïnteresseerd in astronomie. Ja. Oh, hij is nu ook waarom die duivels is. Omdat hij in 69 jaar geleden kwam die ook al eens voorbij. En toen was vertoonde hij zo twee van die trails of gas en ijs. En dat leek dan op een beetje duivelshorens. Dus vandaar dat het een duivelskomeet is. Ah, oké. Okay. Dus zou de volgende dagen, volgende weken zichtbaar moeten zijn. Zo. Ja, kei interessant hè, allemaal. Ja, nee, zeker. Dat is een leuke. Ja, er is altijd wel wat interessants te beleven in de ruimte. Dat is absoluut zo. Ja. Ja. Nog een ander morseltje kosmosnieuws. Dus in Curtin University, dat is waarschijnlijk ergens in Amerika, hebben ze in een meteoriet. Dat zijn een stukje steen die dan op aarde komen, die verbranding overleven enzovoort. Hebben ze toch een particle gevonden in zo'n ding dat... niet door onze zon is gemaakt, maar door een zon daarvoor of een zon van buiten onze nou, dingen. Nou, van buiten, dat vind ik wel interessant, ja. Want dat zou dan betekenen dat, want alles wat we normaal zien, dat komt ook eigenlijk zo'n beetje uit ons eigen zonnestelsel. Dus het is leuk als je nu iets hebt wat niet uit ons eigen zonnestelsel komt. Dan is het extra, ja, hoe noem je zoiets... Dan is het van een andere zon geweest. En dat kunnen ze zien aan de hand van het voorkomen van isotopen. Dus alle onze elementen die vervallen met een heel vast ritme. Dat is, als je naar het periodiek systeem kijkt, dat is gewoon een ijzeren wet. En bij dit vonden ze dus inderdaad isotopen die niet op aarde voorkomen. Ergo, dus ook niet in ons zonnestelsel. En dat maakt het heel interessant, vind ik.
Ja, want onze zon en wij bestaan waarschijnlijk uit materiaal wat al 2-3 keer gerecycled is. Want een supernova, zo'n zon bestaat gemiddeld zo'n 4-5 miljard jaar en het universum is dan 13 oud of zo. Dus er is gewoon een hele zon met misschien aardes en Star Trek en Netflix allemaal miljarden jaren geleden. En een channel voor huisdieren. Zo is het. En baby's. Ja. En baby's ook. Ja. Ja, dus kijk bijzonder. Maar dat bewijst weer is allemaal dingen die lang... Dus dat voor de flat earthers en zo nog steeds een kei boeiend. Ja. Dat is dus een meteoriet die nu op aarde is die ze onderzocht hebben. Ja, okay. Ja. Want ik hoorde onlangs nog op de radio dat ze nu ook aan het zien zijn. Dus de Mars Rover, die is ook samples aan het verzamelen van Mars. Ja. En die komen dus ook terug naar de aarde. Maar nu zijn ze aan het nadenken hoe dat ze die dus veilig op de aarde gaan krijgen. Zonder gevaar voor contaminatie van de aarde, maar ook van de stalen. Dus, Ja. Ja, dat is bij proef gelukt met die Bennu-samples. Dus daar hebben ze een stukje van zo'n komeet gehaald eigenlijk. En dat is wonderbaarlijk, blijft nog steeds wonderbaarlijk. Dus daar hebben ze wat materiaal weten op te scheppen. En dat is inderdaad afgeleverd in de... Wat hoor ik toch? Is er iemand aan het werk of zo? Nee, het is hier buiten bij ons. Ja, een soort zaagmachine of zo. Ja, zoiets. Ja. Dan ben ik wel eens benieuwd wat ze hier zagen. Maar het zal wel lente, zal wel met de bomen te maken hebben. Zo gauw de bomen groeien, moeten die gesnoeid worden enzovoort. Hè? Dus en in de opmaat naar de maan toe, want we trekken allemaal naar de maan. Er is nu allemaal zoveel verkeer, de ene naar de andere satelliet. Maar ja, dan binnenkort moeten we ook weer meemaken dat er een nieuwe maanlanding met echte mensen komt. Nog een paar jaar en dan moeten mensen opnieuw voet op de maan zetten. Dit komt van Scientias, onze plugsite voor wetenschapnieuws. Mm-hmm. En NASA heeft nu instrumenten gekozen waarmee de astronauten aan de slag moeten. En daarmee begint hun to-do-lijstje. Dus ze moeten van alles doen natuurlijk als ze daar zijn. En wat is het allemaal? Ja. Wat dat betreft zijn de eerste spijkers met koppen geslagen. Dus ze moeten daar, wat stond hier bovenaan, planten verbouwen, naar water zoeken en maanbevingen registreren. Ja. Nou ja, daar heb je geen mensen voor nodig. Want je kan gewoon een seismograaf installeren. Die zijn er zelfs, geloof ik. Waarmee ze maanbevingen... Dat zal zeker zo zijn. Maar inderdaad, het verbouwen van groenten, dat gaat wel een dingetje worden. Het heel belangrijk is natuurlijk dat ze inderdaad echt bruikbaar ijs vinden. Als dat zo is, dan dat is vermoedelijk op de Polen, dan is de kans dat je daar permanent kan zitten is een stuk groter. Ja. Je hebt natuurlijk ook, je hebt daar wel beschikking tot zonne-energie. Dus als je dan ook nog water kan splitsen in waterstof en zuurstof, heb je ook gelijk brandstof. Dus dat zal wel heel erg belangrijk zijn dan. Ja, want er zijn dus aan de polen van de maan, hè, dus de Noord- en de Zuidpool, daar zijn dus zo kraters die zo diep zijn en door de manier waarop die draait, dat daar nooit zon in komt. Dus daar hebben ze gemerkt dat daar nog bevroren water zit en ook onder de bodem van de maan in die gebieden, omdat het daar nooit echt opwarmt. Spannend. Dus het kan niet verbouwen, verdampen, maar... gaan we dan ook allemaal aan de buis gekleefd zijn, net zoals in 1969, dat kan ik me nog herinneren, die maanlanding. Ja. Toen was ik, 12 jaar oud, en we waren op vakantie in Limburg, dat weet ik nog, in Brunsum. En dan zat je daar urenlang te kijken, waar er helemaal niks gebeurde, zag je alleen die poot van dat ding en dan die super grijze, vage beelden van naar beneden gaan. En dat was toch wel wat. Ja, ik vond ook magisch. Ja, als jongetje had ik ook inderdaad de hele reis uitgeknipt uit kranten en in mijn kamertje geplakt. Het was een magische tijd. Ik vond het heel, heel bijzonder om te zien. Ja, dat is legendarisch, absoluut. Ja. En we gaan het nu weer krijgen. Alleen nu zal het wat minder enthousiast ontvangen worden, denk ik. Want de jeugd is erg verwend natuurlijk. Het zal afwachten zijn hoe snel er conspiracy theories over ontstaan op social media uiteraard. Hè? Zodra die beelden online komen.
Ja, het was nu nog steeds, was in de New York Times een podcast van de week, dat nog steeds iets van 12% of 13% van de Amerikanen ervan overtuigd zijn dat het toch door dingen gefilmd is in een studio. In Stanley Kubrick. Stanley Kubrick zou dat gemaakt hebben enzovoort. Dus, omdat daar zoveel mee mis was. Maar dan, wat je ook doet om dat te weerleggen, en die schuiven dat dan allemaal af als fake news of zo. Ja. Want, Stanley Kubrick heeft ooit eens gezegd dat dat niet klopt, want dan zouden de beelden veel mooier geweest zijn. Veel beter, hè, ja. Ja, en ook het acteren waarschijnlijk. Iets betere plot. Zeker weten. Ja. En aliens, 9 kansen op de 10. Conclusie, we gaan naar de maan. Ja. Wat wel heel grappig is om te zien is op Netflix die serie Space Force. Ik weet niet of je die gezien hebt. Nee, oh ja. Must see. Heel grappig, dat gaat ook over. Ja. En dan over de Chinezen. Die hebben daar een basis en de Amerikanen. En dan gaan ze elkaar jennen. Ja. Op een gegeven moment zie je ze elkaar zo tegenkomen. En zijn ze naar elkaars ding onderweg om te saboteren. En zo. Echt. Ja, het was een grappige serie was dat. Ja. Ja, en, is al wat ouder hè, ook, ja. Ja, die staat er al een aantal jaar op. En dat is met Steve Carell en die oude, hoe heet die ook alweer? Daar ben ik super fan van, die oude acteur. Wat was zijn naam ook alweer? Space Force, de Netflix, televisieserie, daar heb ja, John Malkovich. Oh ja. Die is geniaal. Ja. Hij is dan een soort de professor, een beetje het verstand van dat geheel daar. Maar om die man actief te zien is het puur genot. Die geweldige film ook, Being John Malkovich, waar hij zichzelf speelt. Ja. Ja, met die verdieping op de 2,5 etage of zo. Ja. Geweldig, hè? Zeker weten. Ja. Hey, vanuit de ruimte duiken we helemaal naar beneden, omdat we dan weer helemaal dicht op aarde komen. En dat betekent dat we ons gaan nestelen in de wereld van het gedicht. De praattafel brengt u gedichterbij. Ja, we zijn in april, kan je het geloven, is het van... Nee, nog steeds bijna niet, joh. Niet meer waarschijnlijk. Ik zit me hier continu te knijpen. Maar ik heb wel zo'n radioklok, die is kennelijk wel versprongen van uren. En ik heb er niks aan gedaan en die geeft het juiste uur weer. Dat vind ik wel heel interessant. Dus iemand zit te fucken met mijn klok. En heb je er geen last van dat uurverschil? Nee, wie wel eigenlijk? Heeft iemand daar iets van gemerkt? Van een uur minder slapen? Nee, ja, er is een hoop gedoe over, hè? Dat mensen daar helemaal niet. Psychisch van in de war raken en... bioklok, want als we zouden kiezen, wat zou je liever hebben? Dat het winter blijft of zomertijd blijft? Zomeruur of winteruur, dat is de vraag, hè, dat ze nu mee zitten in Europa. Want ze willen het wel afschaffen, maar ze weten niet welk uur dat ze moeten kiezen. Het zomeruur of het winteruur? Ja, een aantal landen zijn voor het een, ja. Maakt toch niet ik heb zelf mij maakt het helemaal niet uit, want waar ik woon is altijd alles open en ik word wakker en het is er. Dus in de praktijk merk ik daar helemaal niks van. Oké. Dus. Maar het is wel lente en dat houdt in dat Chris deze keer een lentegedicht en hij gaat er nu uitgebreid over vertellen. Nee, dat was vorige week, is het van lentegedicht. We zijn in april en je kan het nog steeds niet geloven, maar het is wel zo. Dus ik heb een 1 april gedichtje gevonden van Gerrit Achterberg. Mm-hmm. En het noemt toepasselijk 1 april. En zoals steeds gaat Mario dat begeleiden, ditmaal op zijn elektronische vleugel vanuit Rotterdam. Hij kwam met de lente binnen, als grap in een regenjas, met wat losse linten binnen, dat ik eerst dacht, wie is daar? Die zouden dan nog mensen kunnen? Wat? Ik ben even van slag, sorry. Die zouden dan nog menen kunnen wat die het zichtbaars deed. Ja, ik weet niet of dat een goede dichter iets was. Iets kunnen menen. Ja.
dat er niets is om je over te verbazen, of dat hij met zijn hoed zwaait in de wind. Ik wist geen andere wegen dat hem zo serieus te nemen dat het einde niet is meegedeeld en dat ik daar naar vraag. Wat een gekke dicht is het, jong. Het zijn april, schat. Misschien is het wel helemaal regen. Ik vroeg... Ja, bestaat die mens eigenlijk wel? Is ChatGTP mij niet? Ik dacht, we zullen hem mis hebben zitten, je Chris. Zwat. Ik vroeg... Wat is er nog meer te bedenken? Ja. Alright. Ik vroeg... Wat is er nog meer te bedenken? Hij gaf geen antwoord. Ik weet... dat wie de spot drijft, goud ontstelt. Als het over tegenover zichzelf is. Jezus. Oké, we zijn er bijna. Nu zag ik... dat de straat was leeggeveegd. Door een bezel. Jezus, joh. Wat een gedicht is dit. Ja, okay. Door een creatief, ja, dat kan je niet tegen, hè. Waar hij overvloog. Zoals op 1 april in mijn jeugd. En ik geloofde dat hij loog. Ja, ik moet toch eens echt een gesprek hebben met ChatGTP's. Want volgens mij... Ik kan die mensen even googlen. Gerrit Achterberg. Ik kan die googlen. Bestaat die wel? Ja, 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 een bekende dichter. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Damn. Ja, dat is het probleem juist. Het is een hele goeie. En dan heb je meteen moeite. Maar ik vind het gedicht misschien beter met jouw commentaar erbij, Chris. Ja, maar weet je, ik sta erom bekend, ook als ik mijn eigen gedichten voorlees, dat ik altijd opmerkingen maak tijdens mijn gedicht. Een soort voetnoten. Ja, maar dit is wel de eerste keer. Ik weet niet, misschien is het omdat het 1 april is. Wist je dat het 1 april is? Nee, blijkbaar niet. Ja, dat is nieuw. Maar het is wel zo. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dan schakelen we maar gauw over naar het laatste blokje, waarmee we toch wat positiviteit proberen te injecteren. Proberen is daar het juiste woord. Precies, daarom heb ik heel zorgvuldig gekozen. Na het volgende item voelt u zich beter. Hier is goed nieuws. Ik las net wel even zo op dingen dat in Duitsland zou cannabis gelegaliseerd zijn. Ja, wordt het zou mogen daar. Ik las het artikel en daar stond in dat het al zover was. Ja, ik las dat ook eigenlijk. Ja, heel goed nieuws. Nou ja, goed nieuws. Het is prima. Allemaal verhuizen naar Minja en dan kan ze mee de show doen en zo. Ja, ja, het is nu wel goedgekeurd door de regering en alles. Maar officieel gaat het dan... Maar je mag niet dansen, dat komt er dan wel weer bij kijken. Dat is ja, maar dat is geen probleem in mijn gebruik. Wij willen dansen. Er is een dansverbod in delen van Duitsland. Dat is toch wel heel vreemd. Op Goede Vrijdag in Duitsland mag er nergens gedanst worden. Het is een dansverbod, wordt er gezegd. En, wacht even. Ik ga je even onderbreken, maar die wet is goedgekeurd vanaf 1 april. Ja. En ik vroeg het mij ook net af, van wanneer dateert het nieuwsbericht? Want, ja. Ah, oké, okay. Dus het is geen 1 april grap, maar het is echt. Je mag 25 gram bij hebben, dus de politie gaat... Maar het is allemaal weer zo vaag geregeld. Ze mogen cannabisclubs oprichten met maximaal 500 leden. En voor die mogen ze dan kweken, maar zonder enige winst te mogen maken. Hoe dat allemaal... Een soort trappistengegeven eigenlijk. Dus je mag het maken, maar je mag er geen winst mee maken. Nee, precies. Maar hoe ze dat dan weer allemaal gaan controleren en zo. Want in Nederland willen ze het ook legaliseren, maar dan door de overheid. In Amerika is het ook van de... Het hek van de dam met al die wietkweek. Hey, is dat niks voor je wietproeverij? Ja. Kijk, ik kan het in Duitsland organiseren. Ik zal eens een paar experts raadplegen, maar ik ben er zelf niet in thuis. Je zit op de juiste plaats, denk ik dan. Het, ja. Oké. Okay. Ja, dus Minja zegt...
kijk uit het raam, maar ik zie nog geen wolken en het bestaat echt. Iedereen mag 3 plantjes kweken, dus dat mag ook nog eens een keer. Hey, een ander stukje goed nieuws, dat stond vanmorgen in het laatste nieuws, een boeiend artikel. Want er is toch nog hoop voor ons als je op een pensioentje moet rondkomen. Want een gemiddeld pensioen hier, een minimumpensioen is €1573. En ja, daarvan echt overleven, als je een beetje huur moet betalen en nou, weet ik veel. Ja, dat is niet makkelijk. Nee. Dus wat heeft deze man gedaan? Die is op verlof gegaan vorig jaar met een paar vrienden naar Djerba in Tunesië. En daar zaten ze in zo'n all-in hotel. En uiteindelijk heeft hij dat uitgerokken na 3 maanden. En vervolgens heeft hij een deal gesloten met die handel dat hij er nu permanent woont. En hij betaalt €1100 per maand. 1150 en dat is all in. Dus met eten, drinken en weet ik wel, tot 33 graden. Geen wolkje aan de lucht, zon over grote hemel. En, maar voor die meneer Daniel Veller is dat dagelijkse realiteit. Dus, en het blijkt dat er meer en meer mensen dit aan het doen zijn. Tunesië, dus, iedere dag couscous. Ja. Maandag ja, couscous, dinsdag couscous. Ik was vorige week gaan eten met een vriend. Ja. En die vertelde, ja, mijn schoonouders die gaan verhuizen naar Kroatië. Omdat het daar goedkoop is. En ja, ik denk, ja, dat zal wel een reden hebben. Ja, de Big Mac maar, Index, hè? Ja. Nou, in dit geval de couscous index. Nou, vraag aan ChatGPT. Wat Kroatië kost een licht, dacht ik, in Tunesië. Maar ja, nee, dat niet. Nee, zeker niet. Maar goed, ja. Het enige waar hij voor extra moet bijbetalen is de was en de strijk. En dat kost hem maandelijks nooit meer dan €30. Ja. Daarnaast heb ik hier 3 restaurants en zwembaden voor het uitkiezen. En de variatie in maaltijden is eindeloos. Ja, zo'n buffet. Hij kon zelfs nog sparen, heb ik gelezen. Ja, ja, nou ja, maar en hij komt dan eens in de 2 maanden komt hij terug. Even op en neer vliegen. En dat is tegenwoordig ook super goedkoop. Dus ja. Wat moet je daarmee doen? Nou dus ja, het allemaal lijkt me ook erg eenzaam, want dan zit je daar en met die, ja, je zal daar niet een enorme gemeenschap hebben van. Ja, toch wat je, wel. Wat je bijvoorbeeld, nog je hebt niet. Het wel nog niet, maar ja, kijk, ik weet mijn broer die gaat ieder voorjaar, hij gaat volgende week weg, gaat hij een paar maanden naar Portugal en ik ben daar 1 keer geweest en dat is super populair als al die zo'n strip met al die toeristhotels daarvan staan, er zijn de onderste 2 verdiepingen zeg maar, daar zitten nu alleen maar bejaarden in de winter. Mm-hmm. En ja, dus die overwinteren daar. Benidorm, hè. Als je in Benidorm rondloopt, dan zit je precies in Antwerpen. Alleen is het wat warmer. Mm-hmm. Ja, dus het feit dat ouderen gewoon dat proberen te doen, dat is prima. Maar Tunesië het hele jaar door, dat lijkt mij niks eigenlijk. Mm-hmm. Ik ben daar geweest, hotel het hele jaar door lijkt mij niks. Want, ik bedoel, nee. Er is nee. toch niks te doen. Ja, nee, jawel, want je wordt iedere ochtend om 8 uur komen die gasten toch altijd met die animatoren ja. met yes, jump, en doei. Ja, dat zag ik ook in dat Montehorde waar mijn broer is geweest. Ik ben er 1 keer geweest. Dat diezelfde entertainment die gaat die hele strip langs en dan begint het weer opnieuw. Mm-hmm. Dus ja, ach ja, je moet. Ja, het lijkt me als je gewoon met weinig tevreden bent, is het te doen. Maar ik denk dat ik me dood zou vervelen. Mm-hmm. Ja, maar zo'n mens, als je thuis zit, gewoon in België, heeft hij waarschijnlijk ook nog veel minder te doen. Ja, ja. Dus ja, waarom vermoedelijk. Die, ja. die kijken koers en die doen niet veel anders. Hè? Dus, ja, dat is ook weer. En het enige voetbal. Nadeel is in de zomer, want daar werd het zo 45, 50 graden. Mm. Dus dan zit je gewoon heel de dag binnen in je geërcode kamer. Maar ja, hey, als je op zo'n pensioentje moet overleven, het kan erger. Want hier in België ben je dan in de armoedesector. Hè? Mm. Dus daar zit je. En plus, je hebt toch iedere paar weken nieuwe vrienden en nieuwe kennissen en zo. Het is een soort van Alzheimer. Elke dag nieuwe mensen. Ja. Ja, ik heb ook iets gelezen over mensen die dan continu op een cruiseschip wonen. Ja. Die dan een heel jaar lang op een cruiseboot. Vreselijk lijkt me dat. Ja. Ja.
Dus hij zegt, ik had het veel eerder moeten doen. Prachtig klimaat, mooie omgeving, vriendelijke mensen. En ik kom hier helemaal niks tekort. Dus hij betaalt een vriendenprijsje daar voor de all-in. Dus ja, ik weet niet, het lijkt me toch wel eens boeiend. Omdat als je wil onthaasten en onthechten en zo. En plus je kan familie overlaten komen. Ook een deeltje maken of zo. Als je maar gelukkig bent, zeker? Hey, daar gaat het maar om. Zo is het. Dus even kijken. Nou, nog een beetje goed nieuws. Thailand zet een grote stap richting homohuwelijk. Dus dat is de eerste staat daar in Azië die het homohuwelijk gaat goedkeuren. Dat is wel raar dat dat zo lang duurt in Thailand. Ja. Als je kijkt in Thailand, je hebt dus de katoeis. Dat zijn zeg maar heren die eruit zien als een dame. En ik moet zeggen, Ladyboys. In Thailand is het verschil... Ja, katoei. En het verschil is, het is sowieso een vrouwelijk uitziende ras, vind ik eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen. En dat is, je wordt belazerd waar je bij staat. Daar moet je echt goed op letten als je daar een dame ziet. Want het verschil tussen een dame en een heer is zeer minimaal. Ah, ja. Als je dat vergelijkt hier in het Westen, zal ik maar zeggen, dan zie je toch altijd wel een behoorlijk verschil met de transgenders. Je ziet toch wel dat het... Je hoort dat ook, soms. Ja, maar het verschil is daar minimaal. Daar heb ik altijd over verbaasd. En het is ook een hele eigen cultuur, klaarblijkelijk. Het verbaast me dat ze daar nu pas dat huwelijk pas is. Want het is algemeen aanwezig in Thailand. Mm. Maar zoals ik in het begin al zei, in 2001 is Nederland het eerste land ter wereld dat een homohuwelijk legaliseert. Dus ja. Mm. Ja. Nou ja, je staat toch, Thailand staat bekend om zijn openheid en tolerantie, waarbij bezoekers van over de hele wereld welkom zijn, ongeacht etniciteit, religie of geslacht. Een belangrijke stap werd al in 2018 gezet met de goedkeuring van een wet die burgerlijke verbintenissen, dat is dus nog niet trouwen, maar een soort burgerlijk samenwoningscontract, hoe moet je dat noemen. Dus dat werd daar al toegestaan enzovoort. Maar, want het was ook pas weer teruggeroepen en dan toch weer goed en zo. Dus een beetje erg verwarrend nieuws allemaal. Ja. Ja. Het is ook een land waar daar heel veel gepensioneerde mannen zitten vanuit België en Nederland. Ja, ik vond het wel mooi. Wij waren daar jaren geleden, dat is misschien nu 15 jaar geleden, waren Mario en ik daar voor een film te maken, een documentaire te maken. En dan op de terugreis in het vliegveld moest ik dus een aantal uren wachten. En wat je dan dus echt typisch zag, is zo'n bejaarderige man. En die komt dan met een bloedmooi meisje aan zijn arm. Maar dan ook waarschijnlijk de moeder en de grootmoeder. Mm. En nog wat allemaal naar het vliegveld. Ja. Want hij moest dan weer terug naar Australië. Yeah. Dat was echt zo'n... Ja, en hij houdt waarschijnlijk heel die familie in leven met zijn pensioenbijdrage. Weet ik veel, maar ze mochten daar niet blijven, want ja, dat viel toch niet mee om daar in te burgeren, geloof ik. Hè? Nou ja, je kan nooit, je kan daar geen bezit hebben officieel. Het probleem is, kijk, op het moment dat ze toestaan dat buitenlanders land mogen kopen in Thailand en vastgoed, dan is vermoedelijk binnen 14 dagen half Thailand van China. Mm-hmm. Heb je? Dus dat veel landen doen dat zo. Dus je moet trouwen en dan is je partner die heeft dan zeg maar land in bezit. En als je je niet laat nationaliseren, dan zal je iedere paar maanden of iedere half jaar even het land uit moeten, een visum moeten aanvragen en weer terug moeten gaan. Ja, op die manier. Dus ja, het is spijtig, want het is wel een mooi land. Maar ik begrijp ook dat daar allerlei mensen naartoe trekken voor allerlei redenen. Want wij zijn er ook toch in zo'n kliniek geweest. Die specialiseerde zich in testiculaire therapie. Want volgens hun theorie verzamelde alle afvalstoffen en alles in je lichaam. Okay. Dat kwam allemaal in je testikels terecht. En jullie waren daar voor het werk. Voor documentaire. Ja, dat was een soort wellness gebeuren waar voornamelijk
goed gevulde, financieel goed gevulde oudere dames zich lieten pamperen in prieeltjes met massage en lichtbaden met lotusbloemen en ingestraalde maanstenen en kristalwater en allemaal alles. Maar ja, dat is een markt klaarblijkelijk. Zeker als je daarin in gelooft, in die dat is fantastisch. Dan kan je helemaal gepamperd worden. Mm-hmm. En dat werd geleid door een bejaarde Thai in een we hebben hem geïnterviewd. Hij was dik in de 70 met zwart geverfd haar en een roze trainingspak. En die had een hele riks boeken geschreven over... dat is een soort sekte eigenlijk. En al die meisjes die daar rondliepen als personeel, dat weet ik ook nog. Die heten allemaal Blossom en Apple en Honey. En my god, wat een wereld was dat. Ja, en ze hadden daar een heel systeem ook zo met microscopen. En ze konden dan dus een beetje bloed van je bloedanalyse. En dat kon hij zo laten zien van poef, poef, dat en dat is er allemaal mis met jou en zo. Dus, dat is levend bloedanalyse. Dat wordt niet serieus genomen in de wetenschap. Maar goed. Als je een goed boek wil lezen, ik heb onlangs gelezen, het is een recent boek, Wellness van Nathan Hill. En het gaat over heel veel dingen, maar de rode draad daarin is het placebo-effect. En het gaat onder andere ook over dit soort dingen, van geloof je daarin, dan helpt het. En hoe kan je mensen beïnvloeden op manieren die niet noodzakelijk wetenschappelijk zijn, maar die wel werken soms. Zeker. Je eigen lichaam is de beste dokter. Dus als je dat kan belazeren, dan is dat prima en dan zal het ook werken. Ja. Als je daarin gelooft, zeker. Zeker. Hey, nog ruimte voor één. Dat is echt een hoofdbreker. Er is in Amerika een vrij bekende Siamese tweeling. Oh ja. Dat zijn twee zussen. Heb je gelezen. Kennelijk zussen. En ze delen alleen onder hun buik delen ze dingen. Maar voor de rest hebben elk een eigen longen, een eigen hoofd. Een hart en een eigen hersenen uiteraard. Ja. Maar het is toch gewoon een meisje met twee hoofden als je het gewoon ziet. Ja. Nu wordt het interessant, want een van die twee gaat trouwen. Ja, en dat levert allerlei heel interessante, zowel voor de man als... En dan hebben we het natuurlijk over de huwelijksnacht. Want hoe ga je zoiets doen? Hè? Er is maar één onderstel, dus dat wordt dan toch een beetje vreemd gaan op de een of andere vreemde manier. Ja, maar er is een voor- en er is een achterkant. Misschien moeten ze dat dan... Het is een soort onafgewerkt triootje toch altijd. Ja, ik zou me dat anders niet kunnen voorstellen om echt intiem te worden daarmee. Maar aan de andere kant lijkt het voor de man, als die andere dan ook van hem een beetje genegen is of zo, dan kan het wel heel interessant worden. Als die andere nu ook wil trouwen. Coördinatie. Ja, dat is coördinatie. Het. Want het is wel zo, de ene tweeling die bedient de linkerkant van het lichaam en de andere helft, de rechterkant. Ja. Dus ook tijdens de huwelijksnacht moeten toch die beide benen omhoog. Dus er moet een zekere coördinatie zijn, anders gaat het gewoon niet door. Dan heb je gewoon één saai liggend been en een omhoog geheven been. Dat gaat nog wel een dingetje worden. Ja, maar dat lijkt me sowieso heel lastig. Hoe gaat het als je gewoon boodschappen gaat doen? Of je gaat naar een popconcert? Hoeveel kaartjes? Moet je dan twee kaartjes kopen? Allemaal dat soort dingen. Ja, en wat als lastig. De een voor heavy metal gaat en de andere voor Beyoncé? Dan heeft die... Eén van de twee heeft het niet naar de zin. Wat als die andere dan ook verliefd wordt op die man? Ja, gaat die dan vreemd met zichzelf? Of... Of op een ander. Ja? Hè, dat zij dan ook iemand vindt en daarmee trouwt. Dus dan krijg je een heel interessant... Dan liggen ze met 3,5 in bed of zo. En dan de ene... Ze dan A met meneer A slaapt, zeg maar... Dan ligt meneer B en mevrouw B ligt bij mevrouw A te denken... Oh my god, ik wil hier niet bij zijn. En ik wil... Maar oeh jee, het is echt... Dan niet alleen, ook de praktische dingen. Hè? Het pakt dat ze beide getrouwd zijn en ze zeggen... We gaan kerstmis bij de ouders vieren. Dan heb je ook al een probleem, hè? Mm-hmm.
Heel lastig. Het lijkt mij niet makkelijk allemaal. Nee. Nou, toch positief nieuws, vind ik. Ja. Nee. Ja. En deze twee kunnen echt niet uit elkaar gehaald worden. Daar is het. Je ziet het wel eens zo met hoofdjes aan elkaar. Ze slagen toch wel heel wat. Nou, als je samen gewoon één onderstel deelt, dan is dat onmogelijk natuurlijk. Ja, als de buik vergroeid is of zo, dan kan dat vaak wel. Of alleen de hoofden, dan heb je toch twee volledige complete organismen. Ja. Maar in dit geval natuurlijk niet. Nee. Dus inderdaad, Abby controleert de rechterkant van het lichaam en Brittany de linkerkant. En daarbij komt een knap staaltje coördinatie te pas. Want de twee kunnen sporten, piano spelen en ze hebben zelfs een rijbewijs behaald. Oké. Okay. Is toch wel heel bijzonder dat, inderdaad, dat je... Links, nee, rechts. Dat en, ja, dan gaan we worden in de auto. Dus wettelijk gezien is dat dan polygamie? ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Oké. Dus. Hey, het muziekje van komen is gegaan, of van gaan is gekomen. Dat betekent dat we een beetje vooruit gaan kijken naar de volgende week. En Jeroen, deze week, wat gaan we allemaal proeven en waar gaan we proeven en hoe? Oh, ik weet niet van buiten wat we allemaal nog gepland hebben. Is het zo druk? Echt zo druk? Of je leeft in het moment gewoon? Ja, en het is ook vakantie, dan ligt het een beetje stil, maar... ik weet het niet zo van buiten wat ik nog te doen heb, maar ja, meug.be, daar staat alles op. Ja, uitgebreide link, zetten we een heel uitgebreide link. Ja, heel erg uitgebreid. meug.be, dat is nou makkelijk te onthouden. En is dat ook voor Nederland beschikbaar? Ja, als je tot hier komt. Ik heb al tastings gegeven in Nederland ook, ja. Dus voor bedrijven enzovoorts. Ik heb ooit een whisky- en chocoladetasting in Rotterdam gegeven. Dus, en ik heb binnenkort een festival in Leuven waar ook Nederlandse standhouders naartoe komen. Kijk eens aan. Dus we proberen het zo internationaal mogelijk te houden. Oké, zolang ze maar Nederlands praten. Nee, Engels mag ook, Frans mag ook, allemaal goed. Oh, wauw, je bent multilingual. Allemaal goed. En zo. Ja. Alright, Mario, jouw week komt weer in hetzelfde... Ik heb een rustige week nu. Ja, absoluut. Dus ik ga lekker weer verder met de hobby's. Ik ben van alles en nog wat aan het doen. Dus dat is allemaal prima. Je had vorige week een afspraak weer. Was dat degene waarop je gehoopt had? Of? Ik heb natuurlijk weer een aantal ziekenhuisafspraken gehad. En vandaag, maar volgende week maandag is er artsenoverleg. En dan wordt er een datum geprikt eventueel voor mijn niertransplantatie. Want ik heb, trouwe luisteraars zullen het inmiddels wel weten, ik krijg een nieuwe nier. En daar ben ik erg blij mee. Ik heb een donor, dus dat gaat allemaal lukken, hoop ik. Dus prima. Alright. En een beetje upliftend nieuws vanuit Chris. Ja, ik zie dat jouw vrouw in de chat geschreven heeft dat die tweeling al sinds 2021 getrouwd zijn. Dus ik denk dat ze alle problemen ondertussen al wel opgelost hebben. wat ik zelf betreft, het is rommelmarkt op de Vogeltjesmarkt, mm-hmm. Theaterplein. Okay. Als het weer het toelaat, wil ik dat alleen. Het is eigenlijk vintage markt. Rommelmarkt mag je niet meer zeggen, het is vintage. Mijn vriendin is daar ook naartoe. Als het weer wat toelaat, ga ik daar misschien wel langs. Ik ben uitgenodigd door Musk om volgende week maandag met de raket mee naar Mars te vliegen. Dus ik zal waarschijnlijk niet zijn volgende week maandag. En voor de rest ben ik bezig met schrijven en muziek maken. Voor mijn opleiding in de academie. Oké. Nou, en Istvan? Ja, ik ga het heel... ik ga me voorbereiden. Ik heb dit weekend ga ik een theaterstuk opnemen met Pug. Oké. Onze Peter van Gucht, die hier een paar aantal keren geleden langs is geweest. Ik ben dan woensdagavond ga ik weer te vinden zijn bij de Orde der Dichters met de Kibi, die hier ook aanwezig was. Is dat woensdag? Ja, dat is iedere woensdag in Kafka, toch? Ah, ik dacht dat ene keer per maand was de laatste woensdag van de maand. Maar oké, als jij het zegt. Nee, volgens mij, want het was, volgens mij is dat echt iedere week. Ja. Dus, en het was vorige keer lachen met een lachcoach en zo. Moesten allemaal lachoefeningen, dus heb ik snel de ruimte verlaten. Net gedaan alsof ik telefoon kreeg enzovoort. En dat was zo allemaal opstaan. Ik was erbij, ik heb dat gezien. Oh ja. Nee, daar ben ik dan niet sociaal genoeg voor op dat vlak. En toch ga je er naartoe.
Ja, maar dat wist ik veel dat mens kwam. Je moet je wel open instellen. Maar die is er deze week ook, hè? Ja. Die blijft terugkomen, hè? Die lachcoach? Ja, ja, ja. Oké, dan kom ik gewoon een kwartier te laat. Zo simpel is dat. Dus ik blijf gewoon aan de bar hangen totdat het gelach is afgelopen. Zo doen we dat. Ja. Hey jongens, het was weer 2 uur die snel voorbij gevlogen is. Dit was de 175ste met dank aan Jeroen Meug van Dijk met zijn geproef. Yes. En wie weet de volgende keer weer te gast. Je weet nu hoe het gaat. En, yes. En ik zou zeggen een geweldig fijne week, voorspoedige en gezonde week aan al onze luisteraars. Was wederom welkom aan deze aflevering van de Praattafel. Kijk op praattafel.be voor de show notes. Tot de volgende.